Hallo Legion en welkom bij weer een nieuwe stream van Jurassic World Evolution. Eind van de vorige stream, echt de laatste paar seconden, hebben wij de T-Rex nog gezien. Daarna heb ik natuurlijk nog wel iets verder geklopt met de T-Rex nagekeken, maar die stream heb ik verwijderd, aangezien die 5 minuutjes was of zo, was niet zo boeiend. Maar we gaan nu opnieuw de T-Rex uitbroeden en hem een mooi huisje geven. Aangezien ik aan het einde van de vorige stream heel snel alles had verkocht, zodat we genoeg geld hadden en weet ik dan wat. Zoals je nu ziet heb ik 50 miljoen. De T-Rex kan volgens mij iets in de 8, 9 miljoen worden. Dus we zullen genoeg hebben om er eentje te maken. Hallo Kevin, trouwens hallo Jelle, Xonos en Melanie. Welkom bij de stream en Senna als hij nog de half is op de bruiloft. Ik heb het park weer eens aangepast. Iets pietje maar. Hier zitten de raptors, dat is gewoon hetzelfde gebleven. Maar hier is nu nog een heel groot hok. Daar heb ik nog verder niet wat ingestopt, maar daar gaan we ook nog wat in stoppen. En als we naar beneden gaan, dan hebben we hier het T-Rex hok, wat we gisteren ook hadden. En ik heb er heel snel wat dingen verkocht. En ook hier is nog weer wat bijgemaakt. Voor wat meer variatie. En zodoende haalt het park nu momenteel 6 ton per minuut binnen. Niet slecht, niet slecht. Wat we nu gaan doen is voornamelijk focussen op de contracten. Dus voor zowel science als voor security, zodat we de unlocks hebben en natuurlijk de missies kunnen completen. En dit eiland af hebben. Maar we gaan eerst een T-Rex maken. Dus dat is het idee. En hallo Quinten, fijn dat je het leuk vindt dat ik weer live ben met Jurassic World. Deze stream zal niet zo lang zijn als de vorige. We hebben nou al meerdere streams van ongeveer 7 uur achter de rug gehad. Mijn stem begin ik steeds meer last van te krijgen, ook van mijn keel nagen. Dus dit zal gewoon een stream zijn van ongeveer 3,5 uur en dan stoppen we ook. Maar we gaan proberen zoveel mogelijk te doen in die tijd. En je hebt wel een oogje, Melanie, bij mij. Je bent gewoon een subscriber. Ik zie niks anders. En ja, het is wel de bedoeling dat Fallout 76 gaat spelen, Jelle. Dat is het idee. En jij bent inderdaad geen sub meer, hoi hoi, nou, dat klopt. En nee, je hebt nog niks gemist, Emmer. Ik ben echt net begonnen. Eind vorige stream heb ik dus heel snel dingen verkocht. Zodat ik genoeg geld had om een T-Rex te maken. En nu hebben wij zat geld om een hele mooie te maken. Dus dat gaan we doen. Daar gaan we mee beginnen. En vervolgens gaan we in een ander hok. Bovenin gaan we de Deinon dingen maken. Het zijn een soort van raptors, maar eigenlijk nog net wat mooier. Hebben ook een veel hogere rating. Dit is de beste raptor, zeg maar, qua rating stats. Laat ik het zo zeggen, 127. Deze is niet volledig gemodified en die is ook een heel stuk duurder, maar die heeft ook een veel hogere rating. Dus op het einde van de avond is het nog steeds... ik ga mijn best doen van niet, maar vermoedelijk wel, ja, ik zo'n as. Hey, er is een dino dood, dat is niet zo goed. Parapietjes overleden, old age, I guess. Yep, old age. Oké, dan moeten wij die heel snel gaan vervangen. Want voor de mensen die het nog herinneren, aan het eind van de vorige stream... behalve het T-Rex ding had ik ook 2 van die er geplaatst. Dan moest ik een bepaalde rating hebben voor mijn park. Een aantal bezoekers en eigenlijk 3500 aan mijn hoofd. En dat moest met die Parasaurs en met de Maya-saura. En het punt is, je moet er ongeveer 6 of 7 hebben voordat ze zich überhaupt comfortabel voelen. En wat ze dus deden was continu uitbreken. Dus je moet echt zorgen dat je deze populatie hoog houdt. Anders gaat alles heel snel mis. Dus dat is een belangrijk dingetje om in de gaten te houden. Daarnaast heb ik ook een gyrosphere unlocked of gyrostation. Mensen rijden daar ook in rond. Eens even kijken hoe die bol momenteel is. Hier is die bol. Er is nog geen T-Rex, dus momenteel is er nog geen zak te zien. Maar je moet ook echt een pad uitstippelen waar ze langs moeten rijden. En ik heb dat hier ook bovenin gedaan, waar dus die Deinon zou eens komen. Hier mooi langs. Die zie je ook wel bewegen. Dan hier tussen de bomen door. Langs het water en eigenlijk. Dus op zich wel heel vet. We kunnen die zelf nog niet besturen. Daarvoor moeten we eerst naar het vierde eiland toe. Dus dat is er allemaal een beetje veranderd. En voor de rest heb ik natuurlijk het park uitgebreid. Zoals je ziet ten opzichte van de vorige stream. En dit is ook een heel mooi spel, Dennis. Welkom bij de stream. Lange tijd geleden live bij was. Maar leuk om een keer weer te zien. En ik heb de T-Rex dus aan het einde van de stream gemaakt gisteren, Jesse. Of vannacht, beter gezegd. Vanmorgen, hoe je het wil noemen. Maar vervolgens heb ik dus de saving game weer teruggezet en ben ik gewoon verder op een normale manier verder gegaan. En zodoende heb ik een park uitgebreid en weet ik wat. En nu gaan we een T-Rex maken. En dan kijken wat er allemaal gebeurt. Dus ik ben benieuwd.
En we gaan hem zo goed mogelijk maken voor zover ik kan. We moeten natuurlijk wel rekening houden met de viability. Die kan niet hoger zijn voor ons momenteel dan 60%. Dat komt omdat we de laatste upgrade nog niet unlocked hebben voor de viability, zeg maar. Want dan krijg je 30% per stuk, dus dan kun je 90% boosten. In dit geval kun je maar 60% boosten. Dus we gaan proberen de T-Rex zo mooi mogelijk te maken, maar we shall see. En nee, ik weet nog niet wat ik morgen ga streamen, Manly, of dit weekend. Ik denk een keer niet Jurassic World. Aangezien we nou ook wel de Raptors hebben gehad. We hebben de T-Rex, gaan we nou mee bezig. We hebben dan de Indominus Rex nog. Maar dat komt vanzelf wel. Dat vind ik wat minder boeiend. Dus ik denk dat we een keer een andere game gaan spelen dan alleen maar dit. Maar wat het is, weet ik nog niet. Deze heeft de hoogste rating. Hierbij ook. Eens even kijken, wat hebben we verder nog? We moeten zorgen dat het op, in principe... Ja... Het moet op 100% blijven, of we moeten gewoon een risico nemen, zeg maar, voor 5 miljoen. Dat we deze maken met een 91% kans, zeg maar. Ik wil het op zich wel proberen, ik zal kijken hoe laag dit komt. Dit zou dan 80% zijn, dat is ook nog te overbruggen. Eventueel. Als die Indominus hetzelfde is als in de film, zou ik hem niet unlocken. Ja, ja. Dat lijkt me ook niet heel slim. De T-Rex hetzelfde trouwens. Dat geldt voor alle dieren als ze exact zo zijn als in de film. Ze lopen allemaal rond op een gegeven moment. En een nice neophyte en minder nice. Tweede bericht kwam er net onder. Dat is kut dat hij niet opstart. Dat is vaar. Maar als die werkt, veel plezier vast. En ik hoop het, wat niet, niet per se wil kijken. Oh, zo, op die manier. En geeft niks, Melanie. Geeft helemaal niks. Ik weet dus niet wat ik ga streamen. Misschien wel met Damien dat we Unravel 2, die bonus levels gaan doen bijvoorbeeld. Zoiets. Unable to initialize Steam API. Wat? Moet je dan niet gewoon je Steam updaten of zo? Of iets daarmee doen? Ik heb geen idee. Het is lang, lang geleden dat ik Steam heb gebruikt. Oké, eens even kijken. Wat hebben we verder nog? Hallo Jesse, welkom bij de stream. Hmm. 503. Maar dan hebben we 63% kans dat het lukt. Maar dat is wel een zieke dino. Oh, fuck off. Oh nee, you got to be kidding me. Oh, welke sabotage is dit? Stroom. Oh, dat boeit me minder. Goddank. Oké, iets wat heel irritant is in de game. Is dat je missies moet completen voor de divisions. Doe je dat niet, dan saboteert iemand van die division Jan Park. Het zei hij gooit de hekken open, zodat alle dino's rondlopen. En dan kun je ze allemaal achterna gaan hunten en doen. Wat stront irritant is. Of ze gooien ze dus nu de stroom eraf, dan dat mag. Dit zijn dieren die niet echt door de stroom heen gaan. De T-Rex zit er nog niet in. En hierboven waar de Raptors in zitten, zit nog stroom op. Dus er is in principe niks aan de hand. Ik kan natuurlijk even de generator gaan fixen. Maar anders dan dat, valt dat nogal mee. Dus we zouden even twee er naartoe kunnen sturen voor een reboot. Maar het is zo irritant dat als mensen... gewoon geen aandacht krijgen, zeg maar. Ondanks dat ze dus rechts onderin wel wat hebben gekregen qua rap. Dat ze dan gaan saboteren. Dat is echt verschrikkelijk irritant. Moet maar. En dankjewel Melvin voor je host. En welkom bij de stream ook. En ik weet niet of dit het ene laatste eiland is eigenlijk, Emre. Nee. Want we zitten nou hier. Takano. Ik heb Pena heb ik al unlocked. En daarna hebben we dan nog Sorna. Dat is de laatste die unlocked, Sorna. Ja, het is super lekker volk. Het is echt kut volk. Weet je echt bagger van. We moesten ook nog een feeder fixen, dacht ik. Of bijvullen. Welke feeder was dat? Ah, dat is voor de T-Rex. Feeder resupply request received. Oké, dus we wachten even totdat die generatoren weer gefixt zijn. En dan komt dat goed. Trouwens, gisteren moest ik dus aan het einde van de stream een guest rating hebben. Of een aantal gasten van 3500. Ik heb er momenteel 5800, dus het gaat redelijk goed. Qua dat.
Er is heel veel bijgebouwd en heel veel gedaan. En volgens mij moest ik nou nog een... Ja, rappers. Ik heb er rapper shorts van gemaakt. Ik kon niet anders. Jij bent trouwens dood gegaan, Jesse, door rapper shorts. Toen er een sabotage was van de hekken. Toen zijn de raptors naar dit hok gelopen. Ze hebben niet per se mensen aangevallen, maar zijn juist hier naartoe gelopen om die dino's aan te vallen. En toen ben jij dood gegaan. Vandaar dat je in 2.0 bent. En hallo Damien, welkom in de stream. Je hebt nog niks gemist. Ik weet niet of je dood bent gegaan, Kian. Vast wel een keer gewoon van ouderdomme dat zit. En hallo Lars, welkom in de stream ook. Oké, aangezien alles weer gefixt is, die vierde wordt nu gefixt, gaan we nu eindelijk die T-Rex eruit schijten. 63%, dat is wel een beetje laag, hè. We gaan het gewoon proberen. Het is laag, hij zal waarschijnlijk falen, het kost 6 miljoen zelfs. We gaan het gewoon proberen, stel hij faalt, dan maken we het wel iets beter qua viability en hopen we dat het goed komt. We zullen zien. En ik hoop voor je dat het werkt, Neophyte. Denk het wel. Maar we zullen het zien. Prachtige emote, Quinten. Echt top. Kevin leeft nog altijd. Of course. Ja, daarom. We hebben nog wel een redelijke kans. Waarschijnlijk gaat Damien zometeen dood. Qua ouderdom. Want die is 138. En zijn expectancy is 113. Dus... Dat wordt ook nog leuk. Ondertussen, ja, daarom, ik heb toch 5 miljoen. Dus dat is niet echt een probleem. Hetzelfde met die sabotage. Als de sabotage dus is, die dino's lopen vrij rond. Er zijn casualties en eigenlijk. Dan krijg je echt een min profit van 2 ton of zo. Maar ik kan het makkelijk hebben, omdat ik zoveel geld heb. En daarna reset het wel weer. Ik zit nu bijna aan 5 sterren. Gebeurt zoiets, dan zit je op 1 ster. Dus, maar ook dat trekt wel weer bij. Dus het is niet het einde van de wereld als zoiets gebeurt. Maar het is wel irritant. Nee, dan gooien we hier ook even de success rate omhoog. Waarom hebben wij geen power? Wat? Waarom is daar geen power? Oh, oké. Okay. Ja, ik heb een vermoeden. Dat komt omdat ik net iets te veel power vraag. Dus dan doen we maar even improved output. I guess. Dit is nou de... Power Station met de meeste kans om te failen, maar het zal goed komen. Yep, rip Demi inderdaad. Binnenkort tenminste. Hoe gaat het met onze T-Rex? Leeft hij? Hij zit op 31%. We hebben nog een kans. Hier gaan we dus Dino nog wat eens maken. Dinon? Ik weet niet meer wat het precies is. Dinon is het. Ik vind ze wel vet. Ik vind ze oprecht heel cool eruit zien, maar... Zullen we eens even kijken. Hadden we hem ook niet in de min trouwens? Ja, min 23%. Dus we zitten op 40% viability met wat we hebben. Dat komt niet goed. Hallo Lucas, welkom bij streamen ook. Hallo Patrick. En eens even kijken. Wat kunnen we... We hebben alles volgens mij het beste aangeklikt. En het ging allemaal hard omlaag. Vooral met de viability. Resilience of defense. Op het derde eiland unlock je de T-Rex, Lucas. Dan moet je die gaan onderzoeken. Eens even kijken. Ik denk dat we die plus 8 maar pakken dan. We moeten dus even in de plus krijgen. Dat is een beetje het idee. Dus dan maken we maar wat minder extreme dino. Zolang dit maar een beetje een plus is. Dat we überhaupt een kans hebben. Ik weet dat de ratings omlaag gaan. Maar... En je gaat nu even de andere streams terugkijken. Want dat is een beetje druk met werken. Geeft helemaal niks, Jesse. Je kunt ze echt flink skippend doorkijken. Want we hebben heel veel in menu's gezeten. Eigenlijk ook. Dus dat gaan we nog wel snel. En damn you, bij de nu al. Dat was een snelle scrim dan. Damn. Dat ging heel snel. Oké, deze laten we maar even, denk ik. We zitten op bijna 90%. Ik denk dat het wel goed genoeg is. Dan hebben we toch nog een beetje een oké rating.
En ik weet ook niet hoeveel we er moeten hebben in een hok. Qua socialized gedoe enzovoort. Dus dat zullen we ook vanzelf zien. Ik maak er in ieder geval 2 voor het geval dat. Ah, scrim gaat niet door. Oké, dadelijk. Dat kan ook. Dat kan ook. Nee, je hebt niks gemist over de T-Rex. We zijn hem aan het maken. Hij zit momenteel dus op 75%. Kan nog fout gaan. Maar hopelijk gaat het allemaal goed. Ik ben benieuwd wat die T-Rex doet met die ballen. Want dit zijn natuurlijk gewoon mensen in een bolletje die door zijn huis zeg maar rijden, bij wijze van spreken. Dus ik ben heel benieuwd wat hiermee gebeurt. Maar ja. Komt goed. Voor de rest zitten hier wat ankylo's. Die heb ik nog geen naam gegeven. Niet allemaal, volgens mij. Nee. Ik heb echt de meest achterlijke namen gegeven. Ik moest iets verzinnen. Laat het allemaal ophouden. Turbo. Turbo enzovoort. Die leven ook nog. Krichtoffen had ik ervan gemaakt. In plaats van Richtoffen. Omdat het een Krichtonsaurus is. Hoe is het met deze? Hoe snel worden die gemaakt? Dat gaat redelijk snel. En we hadden al veel verder kunnen zijn, Lucas. Het is niet... Dit is een game waarbij het niet moeilijk is om heel snel door de eilanden heen te gaan. Zoals je 3-sterren rating hebt, footsie. Maar wij hebben alles geunlocked en gezorgd dat het 5-sterren is ook. Dus we hebben er best lang over gedaan, man. Het komt wel goed. Nou ja, hij is er bijna. Spannend moment. Hey, Borobloks, ja hoor, alles gaat goed. 99% failure. Denied. Nope, we did it. Een T-Rex met een rating van 503. Let's go. Hij is zo lief. Oké, ik noem hem... Oh, Mommy's Angry zelfs. Kijk eens aan. Ik geef hem de naam zoals ik die T-Rex van gisteren ook had genoemd. Dat was Mr. T. Vond ik wel prima naam. Favorite of early century fiction writers and adolescent children everywhere. And why? Because it represents everything that we fear about the past. It's what we believe that we've conquered, even though it ceased to exist before humanity had reached the proto-ape stage. Hij is niet echt wit. Als ik een witte maak ooit, dan noem ik hem een witje. Hij zit wel lekker te eten momenteel. We hebben gisteren dus ook wat andere dieren hierbij ingeflikkerd. Wat andere dino's. Voor de fun. En we hebben echt een paar zieke kills gezien. Maar dat was dus buiten de stream om. In ieder geval, die stream is achteraf verwijderd. En er zaten echt wat zieke kills tussen. Een paar, dan rent hij met een wat snellere dino. Bijvoorbeeld de Parasaur, zeg maar. Dan rent hij mee. En dan pakt hij hem tijdens het rennen. En pakt hij hem in zijn nek. En dan drukt hij hem op de grond en eigenlijk. Dat is echt zo ziek. Zo ziek. Je kunt dino's verkopen door ze te tranquilizen, Lars. En dan vervolgens, als je met die heli voor het move erop staat, dan kun je gewoon Cell Dino doen. Nou, dat is een dooie. Waar is een dooie? Dat is Damien waarschijnlijk. Ja, yep, Damien is dood. Rip Damien. Dan gaan we even een nieuwe Damien maken. Damien was als enigste een beetje grijs-zwart. Dus die moeten wij even kleuren qua pattern. Dan gaan we even een nieuwe Damien maken. Maar ja, in dit menu dus, als je hierop staat, dan kun je gewoon Cell doen. Luister, het is heel simpel. Yo, eerst goed, Senna, laat eens. Als Mr. T ziek is, hebben wij een probleem. 100%. Ik weet niet hoe het met zijn stats is. Population is goed. Forest, grassland, alles is helemaal in orde. Ik ben benieuwd wat hij met die bullet doet. Hij ziet hem wel, overduidelijk, want hij kijkt ernaar.
af en toe, ook met andere dino's, dan roart hij heel mooi en weet ik dan wat. Het is vet. Ik sla hem wel even op. Gaan we dan wel even kloten met dino's. En dan kijken we wel, stel het gaat helemaal mis, dan kan ik altijd weer terug naar dit punt. Ik denk dat dat het slimste besluit is. We hebben nou dus een T-Rex. We hebben ook die Dinosaurus dingen. Die moet ik zo meteen even releasen. Ga ik eerst even doen. Daarna gaan we kijken wat de T-Rex allemaal doet met andere kleine dino's in zijn hok. En hallo Sven, welkom in de stream, jongen. Assets in the air. Oké, we gaan deze loslaten, de Dinon Choose. Hey! Lekker bezig, Jules. Super bedankt ook namens Boroblox voor de gift sub, man. Je gaat lekker, je 12e al. Je bent echt aan het uitdelen. Lekker bezig. Deze zijn klein. Terrible Claw. We noemen hem Sven. En de andere noemen we Joep. En dan maken we er nog wel een. En die noemen we dan Boroblox in dit geval. Nou ja, op een gegeven moment zal ik inderdaad bijvoorbeeld alle poorten open doen en zulke dingen. We gaan zeker wel even kloten met de T-Rex in het park. Achter mensen aanrennend en weet ik het wat. Dat komt echt wel goed. Maar dat duurt nog even. Hij moet sowieso maatjes hebben, want zijn social is laag. Dus we moeten er nog wel eentje bij maken, erachteraan. Anders komt dat niet goed. Jij hebt echt al gigantisch veel dino's op je naam, Sven. Dat is belachelijk. Maar ja, ze moeten dus snel vriendjes hebben, anders worden ze een beetje kribbig. Eentje is genoeg, maar als er nog meer bij zijn, zal hij wel top zijn. Hij is wel cool gekleurd trouwens. Ziet nog vet uit. Hij eet wel een beetje raar. Volgens mij is er geen koen meer, dacht ik. Joep, jij eet ook raar. Jij hebt een geit vermoord, vind je het normaal? Ik vernoem alleen subs naar dingen. Ja, ze hebben water. Ze hebben hier water. Heel veel water. Geen paniek. Welke dino is ready to release? Oh ja, de Raptor. Dit is Damien 2.0. Ik ben altijd goed gekleurd. Oké, dat je raar eet ligt aan je opvoeding. Dat zal het zijn. Oh god, power outage. Uh-oh. We're fucked. Oké, Damien 2.0. En dan heel snel een ranger team naar de generator sturen. Ranger team. Daar is de laatste, ja. Want de laatste heeft de grootste kans van uitvallen. Dat is het hele probleem. Dus. Hoe snel is het niet? Oké, eentje is failed. Dus die moeten we opnieuw doen. Een van die Dinon-dingetjes. Hopen dat ze het volhouden. Want deze die gaan dat niet leuk vinden. Die gaan zo meteen heel agressief zijn. Hun comfort is al laag. Dus ik hoop dat die ene gaat werken. Anders zijn we echt fucked. Want dan willen ze uitbreken. En met power outage zal het ook niet goed komen. Oh great. De T-Rex zijn hokken. Zit die man onder stroom. Dat is ook geweldig. Hoe is het met Mr. T eigenlijk? Vermaak jij een beetje? Ja, hij vermaakt je nog prima. Oké, dat is belangrijk. Even snel die kant op. Er moet natuurlijk nog een feeder gefixt worden. En route to top up feeder. Die geiten die gaan zo vaak dood, jongens. Mooi. Hallo, Jiki. Welkom bij de stream. Come on, duurt lang. Dit duurt echt veel te lang. Hoe lang hebben we nog? Sven is bijna niet meer comfortabel. Hij heeft nog een geit vermoord. De tering, Sven. Wat heb jij met geiten? Het is gewoon zielig. Sven heeft honger, ja. Dat zal. En op een gegeven moment zal ik dus ook al meer dino's bij de T-Rex zetten. Ook van die sauropods zal ik proberen. Maar die zijn vrij irritant, maar ik zal proberen om die erbij te zetten. Komt allemaal goed, gewoon geduld hebben. Je hoeft mij geen commando's te geven.
van wat ik allemaal moet doen. Dan raad ik je aan om zelf de game te gaan kopen en zelf allemaal te spelen. We doen het gewoon lekker op mijn manier. Alle parken zijn nog gigantisch succesvol, dus ik zal het vast wel goed doen. En de power outage is gefixt. Er is weer een dino dood. Dat is dit geval. Senna! Senna is overleden. So sad. Return to base. Welke moet gevuld worden? Ah, deze. Okay. Acknowledging request for feeder resupply. Tegelijkertijd. Je bakt er niks van, Lars. Het is toch wat. Het is niet heel moeilijk, maar je moet op bepaalde dingen letten. En zorgen dat je sowieso dino's hebt. Dino's zijn de belangrijkste inkomstenbron, dus als je daar gewoon voor zorgt, ook al zijn het maar die kleine Strutio dingetjes, dan is het goed. Dan komt alles goed. Dus even kijken of we die verder nog kunnen upgraden voor de rating eventueel. Alles is daarbij slechter trouwens. Oké, de incubator we deze even. Nou ja, Emre, ik bedoel niet specifiek jou, maar jij zegt ook gewoon zet dat erbij enzovoort. In plaats van misschien is het een idee om dat erbij te zetten. Dat is meer een suggestie. Wat jij zegt is meer een commando ook. Maar doe maar. En er is nog een voederbak leeg, dat klopt. Dat is bij Mr. T. Nee, ik wil niet die Ankelo hebben, niet Bonfire. Die heet Bonfire omdat het Ankie van Gunsve is. En Ankie, Bonfire, dat moest ik aan denken. Goeiedag Thijs. Steam deleted, hè? Geen slink game nu gelukkig blijkt het een vies. Wauw. Nou ja, je bent er wel achter nu, dat is iets. Dat is een troost. Veel plezier dan. In ieder geval een nieuwe fight. Maar dat zal wel lekker met deze game. Het is een awesome game. En hallo Marlon, ik vernoem dino's alleen naar subs. Dus, zo simpel is het. En het bevalt heel erg goed, Uluk. Als ik jouw naam tenminste goed uitspreek. Maar het spel bevalt echt super goed. Socials is nog te laag. We noemen deze wel even Shiki. Dan noem ik die andere wel Borblox. Jij bent inderdaad een sub, Lucas. Dat klopt. Ik weet niet of je nog een andere naam wil hebben dan Boroblox. Gewoon je echte naam kan ook. Ik weet niet of jij nog leeft. Gewoon Boroblox is goed. Oké, Boroblox. Ik mag hopen dat social wat omhoog gaat, want ze zijn nog niet alles te blij hier, volgens mij. Ah, Joep is al wel blij, dus dat is goed. Als Joep blij is, dan komt alles goed. Oké, we hadden nog een dode dino, dat is hier. Dat is weer een parasaur, dat is Parapeter. Dus we moeten even snel zijn met die parasaurs. Waar ik nog vergeten om die andere er altijd uit te halen. Die zat altijd nog in de incubation dingen. Dus schuistige release, dat maak ik nog wel even een parasaur. Want die dingen zijn echt finicky. Het is echt irritant. Ja hoor, Melanie. Dat mag. Schiet al parasaur, ga weg. Ga uit dat hok, dank u. Maar Sven moet gewoon zijn mond houden, Sven. Het is maar een dino. Come on. Maar als het goed is, gaat het nu wel goed met... For fuck's sake, ik zit in de bossen, dus ik kan niks meer zien. Ze vallen in ieder geval die dingen niet aan. Die gyropod. Sven heeft wel geprobeerd om een hek te saboteren. Dat is positief nieuws. Range team 2. Task, repair fence. Het staat natuurlijk onder stroom. Dat leek me wel zo handig voor die dieren. Jawel, het is wel zomaar een dino. Jij hebt er zoveel op je naam, Sven. Welke dino in vredesnaam? Hallo Jelle, welkom bij de stream ook. Infinite Money was Nublar. Dat is het eiland met Infinite Money.
Je kunt zoveel T-Rex als jij wilt in je park plaatsen, maar ze moeten heel veel ruimte hebben. En ze kunnen niet in hetzelfde hok, want dan worden ze pissig. Dus daar is wel een ding om op te letten. We kunnen er nog een T-Rex bij maken. Maar het is een beetje duur. Laten we maar eens beginnen met... Waarom geen Parasaur? Dan eens even kijken wat hij doet met de Parasaur. Ik heb geen Spino, Lucas. Nog niet. En zometeen gooien we er ook nog wel een Diplo bij. Jij geeft heel veel liefde aan al je dino's. Mm-hmm. Dit zijn zulke achterlijke dieren. Dit is echt gewoon een parapietje. Ik heb ook echt de achterlijkste namen aan hun gegeven. Allemaal iets met para enzovoort. Hallo Misha. Ja, de besturing is super goed, Oelak. Dat was bij mij ook een zorg, zeg maar. Dat ik dacht van, meh, dat lijkt me niet zo lekker te werken. Maar het werkt echt goed. Het is heel precies wel te plaatsen. En de camera controls, alles werkt heel goed. Gewoon de controls qua dat je heel snel naar de map toe kunt, zoals dit. Dat werkt allemaal top. Waar is nog een dode dino? Parasaur zeker, yep. Hier heb ik ook al een Senna, die is ook al dood. Oké, deze is klaar voor release. Ja, zeker wel, Robben. Ik heb 65 voor betaald, Deluxe Edition. En ik vind het ook wel mijn geld waard, dus. Hij bevalt mij in ieder geval goed. Nee, ik heb nog geen Parasaur. Dat heb ik niet. Wat Ranger Team 3? Oh ja, daar zit nog een gate in. Goedenavond, Lars. Senna heeft minder dino's. 100% dat Senna minder dino's heeft, Sven. Jij bent de persoon met de meeste dino's. By far. Dat hek staat heel raar. Laten we het hek maar gewoon hier in de zijkant gooien. Okay. En nice, Shiki. Dan had je ook eerder toegang, toch? Een paar dagen. Dacht ik. Is die andere vierde bij hun ook op? Ja, ze zijn beide op. Confirmed. Dat valt nogal mee, Lucas. Dit is een game waarbij je heel veel management ook hebt. Ik moet die dieren voer geven, anders worden ze boos. Dus je kunt wel dom gaan kijken, maar dan gaat je park naar de tering. Ik wil eerst even alles op rolletjes hebben voordat ik dat allemaal ga doen. Oké, succesvol expedition. Dat moet ook nog altijd, anders gaan die lui saboteren. Dus even een expedition aanklikken. Ik ga maar naar de Diplo en de Brachio. Daar naartoe. Hoppakee, veel plezier. De Parasaur is ready, let's go. Hallo Shackle. Shacker, sorry. Shack, goddammit. Heb ik altijd moeite met jouw Twitch naam. Maar hallo, Shaq. Welkom bij de stream ook. En tot zo, Sven. En goeie avond, andere Lars. Precies. Oké, die Parasaur die vindt de population te weinig en social is zijn probleem. Maar... hij heeft een T-Rex, dus dat wordt leuk. Hij gaat sowieso dingen niet leuk vinden. Maar dat duurt wel even voordat hij hem heeft. Er is weer een nieuwe... Krichtoffen 2.0 is doodgegaan. Oh, nou, ik wilde geen nieuw team, maar prima. Dat is niet mijn bedoeling. En ze moeten nog weer even een Krichton Saurus maken. Saurus. Oké. Okay. Parasaur, een mooie dino. Nee, niet echt. Hoe is het hier? Is die feeder al gerespliced? Daar zijn ze mee bezig. Oké. Okay. Oké, hier hebben we dus de T-Rex en de Parasaur. In gevecht. Of nou ja, in gevecht. De
Parasaur rent weg. De T-Rex staat in de bosjes. Sneaky cunt. Niet dat het werkt. Hij valt een klein beetje op, maar... Doe maar. Ja, 3 ton voor een dino, yes. Dat is niks. Die T-Rex is 7 miljoen of zo. Dankjewel voor de follow, Mathies. En alles gaat goed. Ga je nog uit die bossen, of niet, meneer? Mr. T. Lijkt erop van niet. Oké. Okay. Dat hoef ik niet meer te doen. Die kan ik cellen. Yes, sure. Yes, sure. Heel veel dingen heb ik al 100%, dus die kan ik al niet meer verder doen. Dus die dick size heb ik 0,0 nut, maar... Oh! Mr. T heeft me al vermoord. We hebben nou dat Mr. T still ding gemist. Great. Oh. Ik was in de menu's bezig. Fuck you. Je stond net nog stil. Klotzak. We maken wel even een nieuwe Parasaur. Dat schiet niet op. Hij heeft hem dus in de tussentijd vermoord. Terwijl hij stil stond in de bosjes. Klotzak. Hoe is het hier? Is dit ding al klaar? De Krichton is bijna klaar. Raptors hebben we gemaakt. Die vermaken zich nog wel. Ik miste de actie inderdaad. Kan er weinig aan veranderen, maar die miste ik al, ja. Contracts. We gaan eerst maar even science doen, denk ik. Zodat we daar de eerste... Want we hebben natuurlijk nog missies bij de Dailand, dus... Daar moeten we op letten. Dit is, gaat een beetje een probleem zijn. No power outages. Dinosaur ready to release. Dat is die Krichton. Je kunt hier kun je naar island navigation. En dan zie je hier alle eilanden. Als je vierkantje doet, dan kun je vervolgens verder bladeren. Ik zal kijken straks een keer, Boroblox. Ik ga eerst even de power fixen, want dan gooi ik er nog een small power station bij, als dat kan. Niet echt vermoedelijk. Ik heb vrijwel geen ruimte meer, nergens. Beetje kut. Heel misschien hier nog ergens? Begin van het park? Nee. Kut. Zooi. Obstructed, dat is die baan. Het hek. Het probleem is dat er dus power niet uit mag vallen. Maar ik heb 1 power ding wat heel snel uitvalt. Dus dat is lichtelijk een probleem. Ik heb echt gewoon geen ruimte meer. Nergens voor een power station die het kan overnemen. En ja, ik ga ook de nieuwe Battlefield verhalen. Ja, nee, ik koop elke game die uitkomt zo'n beetje. Dus ook die. Oké, okay, Ranger Team. Ja, task. Heading to the feeder now. En jouw dino gaat echt gigantisch vaak dood, Misha. Dus ja. Deze dino's hebben vrijwel allemaal geen naam meer zelfs. En je kunt maar 1 T-Rex hebben. Als je een 2e erbij plaatst, dan is het fucked. Dan gaan ze vechten. Eens even kijken, hoe is het met de Parasaurs? Oké, okay, dat gaat goed. Hoe is het met de Maya-saurs? Oh, paraplu is net dood gegaan voor onze neus. Great. Asset to be collected. Zijn er überhaupt nog Maya-saurs? Ja. Yeah. Oké, okay, die vermaakt zich ook nog. En dan nice, Siebe. Welkom bij de stream. Klaar met leren. En alleen subs worden inderdaad dino's. Jij bent continu een lastpak, Misha, continu. Oké, okay, Koen, jij wilde een naam hebben toch van een dino? Daar vroeg je heel vrolijk over. Je zei, of dat vroeg je heel vrolijk over, lekker Nederlands. Daar had je het in ieder geval heel vrolijk over. Geef mij mijn naam, dan heb ik weer een dino. Dan geef ik deze dino jouw naam, oké? Okay? Vind ik een goed plan. Oké, okay, we gaan nou even nergens op letten. We volgen puur even Mr. T. Fuck problemen in het park.
Oké, hij is niet blij met die bollen dus. Maar hij valt ze niet aan. Dat is iets. Maar hij is wel lichtelijk geïrriteerd. Uh-oh. God damn it. Waar is die parasaur? Die is daar. Oh, for fuck's sakes. Hey, parasaur. Als ik jou was, zou ik gaan rennen. Ik moet iets doen aan die fucking ziekte. Dit is zo irritant. Je kunt niet gewoon even casual gaan zitten, want die rangers die fixen zelf die ziekte niet. Ik kan niet met die bollen rijden, Siebe. Dat kan pas later. Je kunt pas met die bollen rijden als je bij eiland 4 bent geweest. Hij gaf een stoot. Waar is die parasaur? Daar is de parasaur. Hey, kijk, dat is een wilde koen. In de bosjes. Ze staan in elkaar. Lekker bezig, game. Als je slim bent, T-Rex, ren je erachteraan en dan maak je weer zo'n mooie kills, zoals gisteren. Er gaan echt veel dino's ziek worden en dat ranger team moet veel gaan fixen zometeen. Hallo Mr. T. Ben je aan het snuffelen? Wat ben je aan het doen? En dat is vaag, Emre. Ik heb nooit geen probleem, maar ik zit ook niet op wifi. Er zijn er nu al 2 ziek en hij doet niks. Ik heb echt de neiging om heel snel die rangers naar die zieke dingen te sturen. Kijk, maar dan gaat hij net lopen. Zie? Klotzak. Ga jij ook rennen, parasaur? Dus ik jou wel zou gaan rennen. Kijk, dit was die kill. Hey. Dat was leuk. Dit was dat samen rennen en killen. Oké, heel snel. Rangers. Ranger team. Waarschijnlijk deze, ik vanuit. Ik vermoed dat deze zijn. Yep, deze gaan heel vaak. Deze worden zo fucking vaak ziek, hè, die krengen. Een hele irritante dino's. Ergens hier in de bossen zitten waarschijnlijk nog wel een. Ja. Dit zijn echt Misha-saurussen. En dat was Koen inderdaad. En ja, moment Sven, moment. Ik had zelf ook niet echt tijd om op de chat te letten, geduld. Welke subs bij welke dino's plaatsen? Sven past bij elke dino. Het zijn allemaal even kut. Misha past alleen maar bij zieke dino's. En verder weet ik het niet. Oh, iemand heeft low health. Dat is waarschijnlijk een van deze kut dino's. Vermoedelijk. Ja, er is geen dood zelfs. Kijk aan. Sam is dood. Maar ja, er zijn wel wat dino's die bij bepaalde subs passen. Het is ook voornamelijk meer een naam. Die Maya Saurus, die heb ik Maike toe genoemd. Omdat het meer overeen kwam. Maike, Maya, Sauro. Op die manier. Jij betaalt niet eens voor je eigen sub, Koen. Dus jij kunt niet min 1 sub doen. Oh, de burn. Maar over het algemeen flikker ik maar gewoon met namen erop. Dat komt eigenlijk op neer, Melanie. Understood. Die irritanten zijn allemaal Leyendel, dus die langnekken zijn over het algemeen allemaal Leyendels. Adding task. Dat is simpel. Asset has been collected. Geen idee, Lucas, bij welke jij past. Feeder supplies inbound. Die lange zijn de coolste? Nee. Disease outbreak controlled. Kijk aan. Yes, that's what we like to see. A steady hand. Good work. Mm-hmm. Oh ja, ik moet nog steeds een parasauro lopen is met cardio strength. Laten we eens even kijken of we een parasauro lopen is met cardio strength kunnen uitgeven. Dan zit het security team nu op onze nek. Zou chill zijn. Ja, laat Emre. Geen idee, Emre. Echt niet. Welke, wat moest ik nog hebben voor het ding? Cardio Strength Modification.
Even kijken dan. Iets voor cardio. Cardio strength. Hoppakee. Dus als we deze maken, ook al killen we hem vervolgens door Mr. T, dan hebben we hem in ieder geval gemaakt voor de security team en dan kunnen die stoppen met janken. Ik heb de nieuwe film nog niet gezien, CB. De Parasaurus, is dat jouw dino, Koen? Serieus? Vind je dat oprecht een mooie dino? Ze zijn niet de lelijkste, maar... En laat het Boblox succes met studeren ook nog. Lucas, jij wilt letterlijk elke fucking dino zijn. Daar komt het op neer. Je wilt de Indorex zijn, je wilt alles zijn. En nice Quentin dat je proefwerken goed gegaan zijn. En de stream heeft zelfs geholpen. Dat is apart, maar fijn om te horen. Je bent een Parasaurus. Je bent al meer dingen. Geef ook nog wel aardig wat dino's jouw naam. Wel meestal de kleine scheiddino's, to be honest. Maar die geef ik wel allemaal jouw naam. Maar ja, ook Jesse en de rest. Victor hebben we ook nog eentje genoemd. Dus. Oh, is gemeen, Sven. Is gemeen. Nee, je bent geen raptor. Daar ben je ver van. Koen. Klein pas bij jou, precies. Je bent een klein kind. Dus daarom ben je ook klein in mijn boek. Oké, we hebben dus nou een missie. Incubator release with 80% genome. A Diplodoc is the Velociraptor. Ensure each dinosaur remains housed with a secure enclosure. Prima, dan krijgen we de Nodosaurus. De Diplo. Daar is die lompe. Als we die bij de T-Rex kunnen gooien zonder problemen, zou het top zijn. En de raptor, die kunnen we gewoon hierbij ingooien. Maar met een beetje geluk gaat een van die raptors wel dood zometeen. Want ik weet niet hoe ver Raptor Shores is met zijn leven. Maar die komt wel in de buurt. Ik kan er ook één verkopen trouwens. Misschien nog wel slimmer om te doen. Ik verkoop Raptor Shores. Dr. Wu wil ons een huis en dinosaurs creëren. Maar niet in een manier die optimaal is voor de dieren. He is intentionally putting them under stress. Some type of test. I'm not sure what you think you're doing or why, but you are creating a security risk with those dogs. Hello, Leandro. I'm concerned we may be crossing a line. In fact, that is precisely what we are doing, Kajal. Science is not about staying in the box. For us, there is no box. Even when lives are at stake. Oké, dus de raptor die gaat nu al gemaakt worden. En de Diplodocus die zal hierin komen. Ik weet alleen niet hoe ver de Diplodocus is qua percentage bij mij. We gaan eerst even die Parasaur releasen. Voor die andere challenge van security. En dan slag met Jan. Ja, laatst Lucas. Ah, leuk Fortnite. Root is heel leuk Fortnite dit. Jesus Christ. Gisteren weer de Fortnite stream. Hey, leuk. There's a world. Het is wel flaw. Happy Shores krijgt ook een naam en hij is geen sub. Dan weet je niks van, misschien is die wel een sub, Janne. Who knows. Cell Dinosaur. Yes, 46.000 voor Happy Shores. Veel te veel geld. Ik zou er nog geen tientje voor over hebben. Hoe gaat het met meneer Parasaur en de T-Rex? Wat geweldig goed. Hij zit ook gewoon water te drinken. Hij is echt oblivious. De open beta is inderdaad 21ste. Misschien ben jij stiekem wel Rapper George aan, onder een schoonnaam. Laat ik me wegrennen. Doei. Die dieren zijn zo dom. En hij rent gewoon terug naar hem toe. Wat probeer je te doen, jongen? Wat is dit voor duke? Ik ren daar de bosjes in en dan ren ik achter hem langs. Op zich wel slim, maar... Het
Doe maar. Ziet er een beetje dom uit. Die T-Rex doet ik gewoon niks meer. Hij is me echt kwijt. Ah, never mind. T-Rex heeft me weer gezien. Komt hij aangerend, dan stopt hij waarschijnlijk weer. Nope. Rennen en in zijn nek. Hoppakee. Weer één dood. Asset requiring collection. Nee, wees maar rust. Yeah, let's go. Oké, goddank je, Arnie. Even kijken hoe het met de Diplodocus is. Ik heb wel de Brachio, maar de Diplo, die zit op 94%. Dat is genoeg. Oké. Okay. Dan flikkeren we hier een Diplo in bij de T-Rex. Ben benieuwd of het goed gaat. Kom maar op 1 minuut 18. Dus we hebben in ieder geval een hogere rating geven. Een beetje let op viability natuurlijk. Dit is genoeg viability. Let's go, incubate. Dat had goed. Waarom is er nog een dode dino? Wacht even. Weer een parasaur ding zeker. Ja. Yep. Ah, het is Myosaurus. Oh no. So sad. Dus we moeten hier even wat nieuwe Myosaurussen gaan maken. Aangezien die nu allemaal doodgaan. Leuk. Het zijn echt rare kut dino's trouwens. Die Maya dingen. Hij weegt mensen gewoon op. Ze gaan ze met die bol er buiten komen. Zodat die T-Rex daar voor hun neus. Geweldig. Nee, die Diplo die killt echt niet mijn T-Rex. Er is er nog één dood. Mikachu is ook dood. Zie, daarom is het maar goed dat ik de twee heb gemaakt. Want we zijn fucked. We kunnen een nieuwe Raptor releasen. Let's go. Dat moest voor die science missie. Dus dan gaan we dat doen. Je hoort hem gewoon zeggen. Yeah, let's go. Zo, heel mooi. Mooie naam. Science Objective. Rapid Shores. Is vanaf nu een rapporteur. Waar hebben ze die andere dino nu opgehaald? Of is er nog geen dood ergens? Nee. Hoe is het met deze krengen? Oké, dat gaat wel goed. Perfect. De Diplo's waren nog niet volledig onderzocht. Hè? Dus dan gaan we even met de expeditie naar de Diplo dingen toe. Die kunnen vinden. Goed bezig, Lars. Hoe is het met de Diplo? 38%. Duurt lang. Duurt lang. Hoe is het met de Myosaurus dingetjes? Duurt ook lang. Incubator duurt best lang, moet ik zeggen, in de game. Wat soms best wel kut is, maar... Even kijken hoe het met de krichtons is. Dan gaat het wel goed op zich. Die willen het niet te druk hebben namelijk op population. Dus daar moet je op letten. En hier hebben we trouwens weinig last van deze moet ik zeggen. Van de Dracorexjes en van de Ankies. Dat valt nog wel goed mee. Weet ik eigenlijk niet waarom er geen schildpad in zit. Missie zit hier er wel in. Ik heb nog niet alles unlocked hè, dus... Als we naar, nee, niet Fossil Research Center. Als ik kijk bij Research Center. Dan heb je hier nog wat fossielen. Nodosaurus, de Metriandos Maestro, die hadden we al een keer. Kentosaurus. De, wat, de Mamenchisaurus, dat is allemaal. En de Gigantosaurus. Die heb je nog, en dit zijn van de Deluxe Edition dan.
En wij moeten dus voor security echt tering veel doen om de Agioro Fortnite dino te unlocken. I'm doing what I can to help you. Do what you can. Reaction speed modification. Oké, dat moeten we dus doen. We moeten security ook hoog houden. En die missie uiteindelijk van hun complete. En ik ben alleen benieuwd. Oké, hierna hebben we niks meer van science. Dus kunnen we ons full focussen op security. En dat is belangrijk, want we willen natuurlijk alle missies completen. Hallo Jelle, ik heb geen Discord. Nu lekker chatten. Hoe was iedereen's dag? Helemaal prima volgens mij. Hallo Lars trouwens. Zitten mosasaurus die ook in de grote wezens? Nee, er zitten geen waterdino's in en ook geen vliegende momenteel. Die komen er nog een keer in via DLC, maar die zitten er momenteel niet in. En de T-Rex is nog niet ontsnapt. Oké, de Diplo is ook 100% zometeen. Perfect. Zoveel dingen die we al 100% hebben, is dat chill. Ik zei, daar kun je het meeste modifieren. Makkelijk zit in groep 8, dat is wel chill. Goeie oude tijd. Sta je voor dat het beest uitbreekt? Ik denk niet dat er heel veel aan de hand is, to be honest. Oké, beide Maya-saurussen die worden gereleased. Social zit echt op het randje bij hun. Dus we moeten echt zorgen dat die Maya-saurus dingen leven. Want als er nou nog eentje doodgaat, bijvoorbeeld Lyandel. Omdat dit zijn super zeikerige dieren, zeg maar, qua population. Dus als er een paar doodgaan tegelijkertijd, ben ik fucked. Ah, maar is die saai en lang. Dat is kut, Michel. Dus we gaan nog maar een Maya Saura uitschrijven. Schildpad. Het zou cool zijn als het een schildpad die zou kunnen maken. En dan samenzetten met de T-Rex. Ik denk dat het helemaal goed gaat. En ja, daar ben jij, Lionel. Overduidelijk. Afscheidstoneel, daarom doen we dat vroeger. Ah, oh, duidelijk. En nee, ik heb dus geen Discord, Jelle. Oké, de Diplodocus. Release. Please, T-Rex, kill niet de Diplodocus. Please. Als hij dat wel doet, dan moeten we nog een raptor maken en nog een Diplodocus. En dan in een andere kooi. Aangezien we anders een probleem hebben. Of ik moet hier heel snel een kooi omheen gooien, dat kan ook. Maar even kijken hoe we dat fixen. Ik wil hier ook nog wel een Brachio neerflikkeren, maar die zijn veel groter. In plaats van de diploma. Doen elkaar toch niks, zegt Root. En je ziet vervolgens de T-Rex erachter. Ik vraag mij af of ze elkaar wel wat doen of niet. Dit komt niet goed, denk ik. Diplodocus. Ik noem hem ook gewoon Diplo. Zo hadden we de vorige ook genoemd. Hij moet voer hebben trouwens, dat heeft hij niet. Verkeerde afdeling, dat is niet de voerafdeling. En dat is ook nog zo'n psych dino die... Oh, misschien gaat hij al dood, wacht even. Ga hem af, in theorie zou de T-Rex hem wel kunnen killen zonder problemen, lijkt mij maar. We flikkeren hier wel even een grote vierde neer, dan kan die niet janken. Maar blijkbaar is het idee van de missie dat wij fit and healthy was also maintain converters below each dinosaur threshold for a total of 3 minutes. Want waarom moeten wij de comfort level juist naar beneden gooien van zowel de Diplo als van de dingen? Dat is toch retarded? Oh. Meneer T-Rex is wel iets van plan volgens mij met meneer Diplo. Ik kan niet in die ballerijen, joh. Dan moet je...
bij eiland 4 zijn. Bij eiland 4 een lokje is op een gegeven moment dat je handmatig kunt rijden. Je kunt er momenteel niet zelf in rijden, anders had ik het al lang gedaan. Die Diplo is kieskeurig, maar zijn comfort is prima momenteel. Dus ik zou de Diplo echt in een klein hokje moeten plaatsen. Waar die niet comfortabel is. Maar waar ik wel makkelijk bij kan. Oh. En... zodat die 3 minuten beneden comfort is. Maar als ze onder comfort zitten, willen ze juist ontsnappen. Dus ik denk dat we ergens een hokje moeten maken voor beide. Voor de Raptor en de Diplo. Om ze oncomfortabel, maar dan vol met stroom eromheen ofzo. Zodat ze 3 minuten in een hok blijven. Ik denk dat het een goed plan is. Ik weet niet wat Mr. T van plan is, maar die heeft volgens mij... honger. En er is een dino dood gegaan. Dan moet een feeder gefixt worden. Attending to feeder supply. Welke dino is dood? Oh, hier alweer een. Deze keer weer een parasaur. Dat gaat echt snel, jongen. Die dingen leven niet lang. Wat kut die. De parasaur. Hij rent de hele tijd naar die Diplo toe. Echt continu, maar hij doet hem niks. Dankjewel Jelle voor je host ook. En, nee, onder dus. Daar is het domme, Lars. Er staat 3 minuten en dat gaat pas als ze onder die threshold zitten. Maar ik moet ze dus oncomfortabel maken. En dat voor 3 minuten volhouden zonder dat ze doodgaan of wat dan ook. Oh, wat gaat hier gebeuren? Als Diplo zou ik dus vrij oncomfortabel zijn. Aangezien er een T-Rex om mij heen banjet. Dus zou ik in die 3 minuten oncomfortabiliteit zitten. Ja. Ik heb inderdaad een heel mooi verblijf voor de T-Rex, dat klopt. Vond ik zelf ook. Hey, die T-Rex die doet hem dus niks. Nou moet ik dus alleen even zorgen dat die Diplo het niet meer leuk vindt. Wat hier allemaal gebeurt. Dus wat we gaan doen is de Diplo. Dat kan niet, Mr. T-Rex. Oh, for fuck's sake. De T-Rex zit bij hem in. Meneer T-Rex, ga eens weg. Dat kan niet. Ik moet een heel klein hokje maken voor de Diplo, zodat hij boos wordt. Ja, laat jellen. Ga eens uit het hok, Mr. T. Kom op. Weg. Tjoe. De Diplo moet het niet leuk vinden. Daar is het hele doel. Kijk, hij is thirsty. En Grassland of Forest is weinig nu. Nu gaat hij onder comfort. Dat is goed. Alleen dat moeten we dan 3 minuten volhouden zo gauw als hij in het rooien zit. Je kunt gewoon bovenaan subscriber tonen. Op telefoon heb je gewoon een optie om te submen. Oké, en voor het geval dat... Ik weet dat dit niet kan. Maken we hier al een extra hekje. Voor zover dat kan. Nee, dat wil niet. Dan moeten we hopen dat die Diplo niet daar langs loopt. Dus zo gauw is de Diplo straks wel uitbreken. Omdat hij niet meer comfortabel is. Hij gaat janken. Als een klein kind. Dan... moet hij dus hier binnen blijven. Vandaar dat ik als noodplan dus hier al extra stroom omheen heb gezet. Zodat we uit kunnen bouwen. Nou moeten we alleen exact hetzelfde nog doen voor... de Raptor. Is dat wat leuk. En ik moet echt een tweede power station erbij hebben. Ik heb er geen plek voor. Nou wel... nee, niet echt.
heel misschien. Zou dat hier passen? Dat is obstructed, zegt hij. Dat snap ik. Tussenin plempen. Ik denk niet dat het gaat werken. Dan gaan we maar meer output, I guess. Dan maar meer stroomrisico, maar hoger output. Fuck it. Maar geeft hem niks, Tony. Je bent niet verplicht om te subscriben. Waar is die voerbak leeg? Ah, dat is bij de T-Rex. Resupply request acknowledged. Increase your gas count. Whatever. Okay, we gaan even opslaan. Save career. Doen we even op een empty slot. Rename. Whatever. Test of zo. We zijn bezig met die test om die dino's oncomfortabel te maken. Dus. Is dan denk ik het makkelijkste. Nee, momenteel niet zo. Je kunt niet meer plek krijgen, Robin. Je moet het doen met wat je hebt. Je hebt buiten borders, zoals dit, deze dikke lijnen. En daarbinnen moet je gewoon shit bouwen. Lukt dat niet, dan heb je gewoon een probleem. Moet je dingen verkopen of aanpassen of weet ik het wat. Zo simpel is het. Parasaur, please. Even kijken, hoe is het met parasaurs? Socials echt laag bij hun, jongen. Fuck. Die dieren zijn zo irritant. En hoe is het bij die Mayasaurus? Dat is wel goed. Oké. Okay. Is die range duurt hier nog? Ja. Yeah. Ladies and gentlemen, no problem. Nou, nee, er zijn er momenteel niet heel veel. Dat ben ik wel met je eens, man. Dit is dus ons testsubject, hè? Rapper Charles. Rapper Charles zou ik eigenlijk in zijn eigen hokje moeten gooien, heel snel. Zodat hij ook oncomfortabel wordt. En dat gaan we dus nu doen. Als test zijnde. Gooi gewoon recht door het midden. Nou heeft hij dus geen social shit meer. Zij met z'n drieën, als het goed is, moet dat nog net lukken. Qua social, dan zouden die alles te moeilijk moeten doen. Op het feit nadat ze geen water hebben. Dus dan gaan we heel veel water hier neer flikkeren. Zo, hop. Jullie hebben water, niet zeuren. Hij heeft voer en water. Alleen, hij heeft geen social. En dat gaat snel. Bij een raptor gaat dat heel snel. Ze worden heel snel zagrijnigd. Dus wat we nou gaan doen, is er nog een hek omheen bouwen. Zodat ze niet kunnen ontsnappen. Hoop ik. Zodat we een dubbel hek hebben, zeg maar. Dat is mijn idee. Hallo, Bart. Je hebt de release van de T-Rex gemist. En we hebben wat dieren gekild met de T-Rex. Maar anders dan dat niet echt. Oké, dus we hebben nu een dubbel hek eromheen. En we hebben zometeen een pissige rapporteurs. Want zijn comfort gaat omlaag. Dus dat is positief. De comfort van de rest blijft goed, als het goed is. Ja, dat blijft goed qua social. Dus daar hebben we geen last van die drie. Nou moeten we eens even kijken hoe het met de Diplo is. Want de Diplo die moet ook... Kijk, de comfort van de Diplo gaat ook omlaag. Dus dat is goed. Zijn HP gaat ook omlaag. Dus dat is minder. Dus we moeten hem wel even water geven. Anders dan gaat hij dood. En we moeten ervoor zorgen dat zijn... Dat was tenminste een opdracht van... Zo, hier heb je water. Dat was namelijk ook de opdracht. Ze moeten wel in leven blijven, dus... Dit wordt leuk. Welke feeders zijn op? Die feeder is op. En daar zijn twee feeders. Dus range team, let's go. Heading to the feeder now. Oké. Dinosaur ready to release. Dat is een van die parasaurs. Yep. We zullen hier nog wel een parasaur maken. To increase our attendance numbers. Yay, we hebben meer visitors gekregen. Oké, dus dat is positief. Want we hebben nou sowieso qua rap hebben we alles hier goed. We moeten alleen ons nog focussen op security contracts.
En natuurlijk de missie waar we momenteel mee bezig zijn. Dus als we dat hebben gedaan, dan is het goed. Ranger Reload is zo simpel. Dan gaan we naar dit. Dan heb ik al Ranger Reload Speed staan. Dan zeg je remove. Ga je hier naartoe, Ranger Reload Speed, 40.000 uitgeven. En hey, je hebt weer een ding gecomplete. Yay. Zo simpel. Vooral met 80 miljoen. Die 40.000 doet het hem niet. En een voorstel doen voor de stream. Unturned. Nee, ik heb Unturned vroeger gespeeld, enkele jaren geleden. En that's it. Ik speel niet die oude games weer terug of wat dan ook. Dus sorry, Toon. Meestal heb ik zelf wel genoeg ideeën voor streams en games. En anders koop ik wel nieuwe dingen aan. Dus dat komt wel goed. Geen zorgen. Hoe is het met onze Diplodocus? Oké, hij is onder comfort, dus dat is goed. 2 minuten volhouden. Zonder dat hij uitbreekt of wat dan ook. Hij is in ieder geval water aan het drinken, dus zijn HP zal weer omhoog gaan. Hij is ook aan het healen. Dus dit moeten we 2 minuutjes volhouden. En dan moeten we nog hopen dat de raptor het 3 minuten volhoudt. Als dat lukt, dan kunnen we die shit weer weghalen, zodat ze zich gewoon weer vermaken hier in dit gebied. En de raptor hetzelfde natuurlijk. Maar dan hebben we de missie van Science hebben we unlocked. Dan moeten we alleen een security missie nog doen. Dan hebben we het hele eiland klaar en natuurlijk 5 sterren krijgen. Dat is het doel voor deze stream in principe. En als we een beetje geluk hebben, kunnen we nog naar het 4e eiland toe. Maar ik wil het niet weer al te laat maken zoals de vorige keer. Welke feeder... daar zijn ze nog mee bezig, gewoon zeggen. Welke feeder is dat? Hallo meneer Raptor, ben je aan het doen daar? Raptor Josh. Oh, je hebt de geit vermoord. Oké, dat is goed. Ik moet hier nog even een extra gate in maken, trouwens. Anders dan kan de Ranger team niet naar binnen toe. Net als het weekend is. Sorry, Lars. Ik heb de afgelopen paar nachten en sport met alles met de hele lange streams die veel te lang doorgaan. Een soort echt samen 5 uur geslapen of zo voor de afgelopen 3 dagen. Dus op een gegeven moment houdt het een beetje op en wil ik een keer op tijd naar bed zijn. Yay, de Raptor's comfort level is laag. De Diplo moet nog een minuutje volhouden. Hou jij dat nog vol? Hij gaat echt voor een stuk weak. You got to be kidding me. Als jij daarvoor gaat, jongen, dan ben je een grote klootzak. Weet je dat? Als die dino hier voor het zwakste stuk gaat, dan is het echt een klootzak eerste klas. Attacking fence. Hij gaat echt voor het zwakste stuk. You gotta be kidding me. Ha! Op een of andere manier is dit gelukt. Het is een klootzak. Hij is niet slim, het is gewoon een vieze klootzak. Maar hij moet nog 5 seconden. Die 5 seconden voorbij zijn, kan ik hem loslaten. Dus normaal gesproken zou ik dit nu kunnen demolishen. En zou in theorie... Dit is trouwens ook een zwak stuk, zodat hij ook kunnen attacken. In theorie zou die nou weer qua comfort omhoog moeten gaan. Want hij heeft nou weer gras en de rest. Ja, zie, comfort gaat instant weer omhoog. Dus we laten dit wel even zitten. Maar de rest komt goed. Hallo Thomas, welkom in de stream ook. Hoe is het met onze rapper Josh? Die moet nog maar een minuutje. Dus dat valt eigenlijk ook nog wel mee. Die heeft nog niks geprobeerd volgens mij. Om uit te breken. Dat is positief. We hebben er wel een dik hek omheen gezet. Dus. Dit is een feeder weer op. Eens even kijken. Op zich gewoon een leuke challenge, omdat je weet dat het heel snel mis kan gaan. En je moet er dus op voorbereid zijn, zo met dubbele hekken en eigenlijk is het dan niet gelijk je hele park fucked is. Dus ik had dat op zich wel leuk gedaan. Een leuke challenge. Hey, de T-Rex en de Diplo zijn weer terug. Oké, zijn comfort is hoog genoeg, dus kunnen we dit demolishen. Let's go. Die demolishen en die. Perfect. Geen centje pijn meer. Dus dat is gefixt. Nou, alleen nog even de T-Rex in de gaten houden. Even de T-Rex, de Raptor.
Nou, hij is een hek aan het beuken. Hij is er bijna doorheen. Something is preventing from being demolished at the moment. Wat? Waarom? Just got the word. Dr. Wu has his results and considers the test complete. I'm breathing a sigh of relief. Now Dr. Wu's gaze is elsewhere. I think we should take care of those dinosaurs. God damn it. Tranquilize. Mensen in de bunkers. We hebben het nog net gehaald binnen de tijd. Even de shelters opengooien allemaal. Señores. Het scheelt dat er maar één is momenteel. Alleen Rapportures. Zo gauw als hij weer terug is in zijn hok, dan zal dat weer omhoog gaan. Come on, schiet raak, jongen. En nice, Thomas. Dat is een hoog aantal. Ja, die is dood. En ik heb al lang ingeschreven de Division Beta trouwens. Ik ben grafisch vormgever. Misha, en ik doe dingen in ICT. Laat het antwoorden. Hi Damien. Nou, we moesten een comfort level moesten wij omlaag gooien van de dino's. En de raptor is net op het laatste seconde, of op de laatste seconde is hij uitgebroken. En de ranger team probeert nu echt hem te hitten, wat voor geen meter werkt. Tot zien. Want ze schieten echt zoveel pijlen. Maar zo gauw als de draak is, dan kunnen we eigenlijk verder met die missie. De tering. Yay, eindelijk. De tering, dat duurde lang. Oké. Dat is klaar. Dan gooien we deze dingen weer weg. Yes, de gate opgetuft. Flikkeren we al die hekken weer weg. Want dat is natuurlijk lelijk. En deze hekken gooien we ook weg. Hoppakee. Dus die raptor die komt weer terug in zijn oude hockey. En dan zijn ze dus helemaal positief. Zoals de Diplo is weer helemaal in comfort. En dan moeten ze dus in secure enclosure blijven. Dus dat gaat lukken. En ja, dat sowieso, Elmer. Dat sowieso. Ondanks dat ze een hoge upgrade hebben, welke accuracy, zijn ze echt zo scheef als het maar kan. Dat is echt belachelijk. Power outage voor nog een minuut of wat dan ook, prima. Jawel, je kunt wel zelf schieten, Janik. Kan wel. Ah, prima. Het zijn van die dingen die me niet boeien, maar prima. We zullen ze te vriend houden. De Maya zo. Wauw, Dennis. Zo flauw. Tot volgende keer. Veel plezier nog, inderdaad. Jij ook. En tot. Tot misschien de volgende keer in de stream. En anders wel weer bij streams terugkijken op YouTube. De power is hier uit. Prima. De T-Rex doet de Diplo niks. Die doet de Diplo echt niks, die T-Rex. Dat is echt fantastisch. Maar ja, dat is dus de reden in ieder geval, Damien, dat we dus mee bezig waren. We hadden dus een missie. En we moeten nou ervoor zorgen dat Rapportures, waar die ook is, in vredesnaam. Die staat hier. Is die de fans aan het attacken? Wat ben jij voor klootzak? Ga je een comfort omhoog gooien, jij? Eikelbijter. Letterlijk eikelbijter, trouwens. Zodat we over Rapportures hebben. Oké, zijn comfort is positief, dus nou hebben we die missie complete. Hey. Dun, 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 dun. En laatst, Melanie. Veel plezier bij het 25-jarige huwelijk. Maar dat is alvast wel lekker. En tot morgen misschien, en anders overmorgen.
Maar oké, we hebben dus die missie gecompleteerd. Nou moeten we alleen de missie nog voor de security. En dan zijn we klaar. Security hebben we bijna. Dus zo gauw als wij een Ankylo vrijlaten met reaction speed mod, dan moet het goed komen. Dus we gaan hier even naar Ankylo's toe. Die staat hier bovenaan. Dan moeten we dus reaction speed. Was het nou reaction speed? Volgens mij was het reaction speed. Moeten we hebben. Denk ik. Ja, reaction speed mod. Oké, dus die moeten we nou incubaten. Als dat gebeurd is, dan hebben wij het ding voor de security gehad. En dan kunnen we die missie krijgen. Dan is alleen nog Park 5 sterren krijgen, maar dat moet wel lukken. Gaat niet zo moeilijk zijn. Maar we hebben dus ook een T-Rex, Damien. Leuk, hè? Ik zal zo meteen nog wel wat dino's aan de T-Rex voeren. Komt goed. Ja, is goed, Bart. Later, tot de volgende keer. Ik wil ook nog een brachio bij de T-Rex flikkeren, trouwens. Dat gaan we zo meteen ook even doen. Ja, dat DNA-ding, dat werkt goed, Misha. Zeker. Dat is een leuk systeem. Oké, we gaan hier een brachio maken, puur omdat het kan. Echt puur omdat het kan. Dat ding gaat volgens mij een groot probleem zijn. We noemen hem ook La Yendel. Maar we shall see. Even kijken. 172, 75, 190. De tering. Resilience. 216. Lifespan is niet slecht. We zitten nou in principe aan het einde qua percentage. We kunnen nog wel wat hoger doen. Maar dan is het nou 80% zeg maar kans dat hij leeft. En nu 65% kans dat hij tot leven komt. It is something, I guess. En nu gaan we in de min. Dus nu hebben we 50%, 50-50 kans. Leuk. En goede avond, knul nog wel. Dat bedankt, hè. Oude zak. Welkom, Spike, bij de stream. Dit is iets te. Dus laten we dat maar niet doen. Ik denk dat we deze er ook afhalen. Zodat we net wat... 80% is wel prima. We gaan een brachio maken. Kijken of dat lukt. Het incubator zelfs al wel lukken. Maar kijken of die brachio hier zich kan vermaken. Of gaat janken. Ik vermoed janken, maar... We shall see. We gooien in ieder geval een tweede feeder hier neer. Dan hebben zij ook genoeg feeders. Dat loopt allemaal nog wel los, deze dingen. Dat zijn er echt zoveel ook. Het probleem is dus echt, als die parasaurs te weinig population hebben, dan worden ze dus kribbig. Dan gaan ze die hekken aanvallen. En moet je kijken hoeveel fucking dino's je dan los hebt lopen in je park. Dat is echt een groot probleem. Het zijn echt irritante dieren en ik zou niet aanraden om ze toch in je park te gooien. Dat komt niet goed. Ja. Ja, dat heb ik, Root. De rijen bollen van die... die pots rijden door de map heen. Nee hoor, Damien, dat komt goed. Het is juist perfect. Want ik zal het zo uitleggen. Zoals die gast uitpraten. Ik weet trouwens niet of die Ankylo is. Oeh, dat zit echt op het randje qua social trouwens. Yay, ACU accuracy. Keeping the facilities on Isla Tacaño secure, you're being additionally rewarded as well. Way to stay on task. Gelijk maar even doen. Want accuraat zijn die lui niet. Wij moeten nou nog iets meer security dingen doen. En dan zijn we dus bij de missie aangekomen. Geen idee wat er moet zijn, maar dat zien we vanzelf wel. En ja, dat weet ik, Damien. Nee, ik wil het ook even goed gaan uitleggen. Ik heb de game inderdaad gigantisch veel gespeeld, maar dat komt mooi uit. Aangezien ik ervan uitga, met een beetje geluk, hoop, eind volgende week, dat ik de Cure 2 binnen heb. En dan ga ik dat volledig vol spelen. Maar dit is een mooie game voor mij om het te overbruggen tussentijd. En we zijn echt 2 dagen op rij 7 uur live geweest volgens mij, nog meer. En ik ben ook nog in de middag met Fortnite live geweest. Dus gisteren ben ik iets van 10 uur live geweest.
Dus dat tikt zeker wel aan qua uren. En ik vermaak me heel goed in de game. Maar morgen wil ik misschien, of overmorgen, even kijken verder met Unravel met jou. Want daar heb ik nog niet met je over gehad. Dat wil ik na de stream doen. Maar wil ik wel even iets weer wat anders doen. Want de game continu streamen en zoveel uren in de game, dat verveelt. Het is een beetje moeilijk te begrijpen. En waarschijnlijk duurt deze stream ook wel langer dan de 3 uur die op de planning stond voor mij. Maar we hebben de T-Rex nu. We hebben er wat dino's mee bijeen geflikkerd, zeg maar, om te kijken hoe die attackt en eigenlijk. We hebben de Raptors. Er is niet heel veel boeiends meer qua dat, naar mijn mening tenminste, om te unlocken. Ja, een Spino is cool, een Indominus Rex is wel cool, maar niet echt iets wat ik echt wil hebben en in de stream wil doen. Dat kan ik ook wel buiten de stream omdoen, zeg maar. Dus, ja, dat komt wel goed. Deze game stream ik niet meer. Als de Q2 uit is, dan stream ik deze hele game niet meer. Dan heb ik hem volledig uitgespeeld en ik wil een platinum hebben voordat de Q2 uitkomt. Dat is mijn doel en plan. Dus daar komt goed. Er is weer een dood. De tering, jongen. Kunnen jullie even stoppen met dood gaan? Fucking dino's. Maar dan weet je dus ook een beetje de planning dat deze game is leuk. En we spelen het momenteel gigantisch veel, maar we zijn er natuurlijk ook sneller doorheen. Ja, is goed, Damien. Is goed. En inderdaad, ik heb het over de full game route in ieder geval. Ik weet dat de open beta er ook is, de 21ste, maar ik heb het over de full. Maar ja, ik speel het inderdaad gigantisch veel. Dus, deze game is verslavend. Het is echt gewoon leuk om je eigen park te bouwen. En het is echt een game van, oh, nog even die dino, nog even dit. En zo gaat het door. En overal zijn Parasaurs irritante dino's trouwens, Spike. Ook in Ark inderdaad. Het zijn verschrikkelijke kutdino's. Zijn Leandos. Maar ja, ik denk dat de Brachio in ieder geval beter is. Maar we zullen eens even kijken hoe ver het is met de Brachio. Die zit op 64%. Kijk eens aan. Het blijft inderdaad ook wel leuk om te kijken. Dat ben ik met je eens, Misha. Alleen soms denk ik wel zelf, op het moment extreem van dat er nog kijkers zijn, is een wonder. Want we zitten alleen met... Zo nu ook. Ik zit dom... Ik kijk even hoe het is met die dino's. Dinon. Yes, huppeldepuppel. Joep. Ik kijk even hoe het met Joep is. En dan gaan we weer daar naartoe. We zitten zoveel in een menu ook. Er gebeurt niet heel veel. Maar toch vinden jullie het leuk om te kijken. Dus ik weet het niet. Ja. Blijkbaar vinden jullie het leuk. Dat is goed. Dat is positief. We gaan ook even een Strutio eruit halen. Die is sneller klaar dan de Brachio. Dat is één ding wat zeker is. En dan gaan we even kijken hoe de T-Rex de Strutio aanvalt. Je hebt het 14 uur gespeeld so far en het weekend is pas net begonnen. Goed bezig, Elmer. Mijn reactie is ook geweldig. Oké. Nou, dat zou kunnen, Janne. Ik doe mijn best. Het is ook zeker gezellig, Micha. Dat is ook een ding. We hadden niet voor niets... Hoeveel... Bij de eerste stream hadden we volgens mij nog 40 kijkers rond 1 uur, half 2 of zo. Daarna zakte het wel af, iets in 20. Maar we hadden echt nog belachelijk veel kijkers op een laat tijdstip. En het hangt ook vaak af van hoe de streamer het brengt. Dat klopt zeker, Spike. En jij lult nogal veel erbij. Soms iets te veel misschien. I don't know. Ik doe mijn best om inderdaad aan de praat te blijven. En dingen te vinden om te blijven doen. Mist. De T-Rex stond er gelijk op te wachten. Oh, dat is geweldig. You're instant fucked. Oh, geweldig. Oké, we noemen hem weer Koen. Koen is voer. Koen is altijd voer in deze game. Geweldig. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Er zijn ook genoeg streamers inderdaad die heel weinig zeggen. En ik probeer zoveel mogelijk op de chat te letten. Af en toe wil het natuurlijk ook niet, omdat ik heel veel op het park moet letten. En dat er van alles misgaat, dat de dino's dood zijn. Voer moet gefixt worden. Dat zijn niet echt momenten waarop ik tijd heb om te kijken. Maar ik doe mijn best. Er zijn streams zonder mij en gelijkstens minimaal verder te kijken. Ik had 94 bij de eerste stream, Damien, van deze game. Wat ik niet had verwacht, maar... Dat ging... Dat komt ook door de game. Laten we zo zeggen. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt, hoor. De laadschermen van Friday the 13th waren ook boeiend. Ja, chique. Dat klopt. Vooral die ene. Bij het water.
Dat kan ik me nog goed herinneren. Daar hebben we Mr. T. Ik maak zo meteen ook nog wel een tweede T-Rex. We hebben 93 miljoen. Wat kan ons die 7 miljoen voor een T-Rex schelen? Ik wil weten hoe T-Rexen tegen elkaar vechten. Hij zit ook gewoon in de bossen te hiden. Je zit half in de boom, maar dat... Het is echt een struisvogel. Hij steekt zijn kop in het zand, maar dan in de boom. Wat zou het leuk zijn als nou opeens die T-Rex zo uit die bosjes komt voor onze neus. Dat zou geweldig zijn. Ga ik echt lachen. Echt gewoon letterlijk uit die bosjes voor onze neus. Oh, hij is erachter. Oh, spijtig. Hij was zo cool geweest als hij zo vol in beeld kwam. Ik moet heel even... Oké, hij is met die Diplo bezig. Dan hebben we heel veel tijd. Ranger. Team. Jij moet deze shit fixen. Die moet je fixen. Dan hebben we nog een ranger team. Jij moet een ziekte fixen ergens. God mag weten waar. Oh, natuurlijk weer hier. Dit zijn echt... Help mij herinneren op het vierde eiland nooit een fucking Mayasaurer of die andere te halen. Want als iets verschrikkelijk irritant is... Zijn het die twee wel. Ze worden continu ziek. En ze moeten heel veel mensen hebben, anders worden ze heel boos. Het zijn echt de meest irritante dino's een beetje. Bijna nog erger dan de Brachios. En ik zie een T-Rex aankomen rennen. Ik denk dat Struthio dood is. In 3, 2, 1. Hoppakee, Koen is neer. Het is wel minder leuk dan met een Parasaur, moet ik zeggen. Kijk, dit is extra werk. Kijk, dit is extra geld en ervaring. Ensure no instance of eco to remain on the island. Not really interested, fuck you. Wij moeten security dingen doen. Dat is het belangrijkste. Dus we gaan even een contract aanvragen voor security bij George Lambert. Get the storm defense covers on the island 60%. Nee, want dat is een kut ding. Ik heb daar geen plek voor. Dan moet je al die stations plaatsen en ik heb daar geen plek voor. Dus geef me maar een andere missie zometeen. Nice view vanuit het potje, ja. Ja, dat is dus het lelijke. Als ik, even kijken hoor, ik moet even... Ah, hij vreet hem waarschijnlijk wel op, maar... Ah, er is er een dood? Rune is dood. Wat was Rune? Een Mayasaurus. Great. Ik zal nog maar weer een Parasaur erbij maken. Oh, deze dingen zijn verschrikkelijk. Oh ja, Hatchery offline, want de stroom is uit. Great. Oh god, al die dino's zijn allemaal ziek. You got to be kidding me. Task received. Dat is het dubbele probleem met deze fucking dino's. Omdat het er zoveel zijn, is het ook gelijk dat iedereen ziek wordt daar. Hallo Kevin, welkom bij de stream. Is er verder nog iets? Nee, de power is in ieder geval weer terug. Die Mayasaurus zijn gewoon Mishasaurussen. Daar is het hem. We zijn eruit. Mishasaurus. Die wordt alleen maar ziek en die steekt al die andere mensen aan. Daardoor gaat iedereen dood. Feed and needs resupply. Oké. Okay. Range team cannot... I know. Jullie staan in het water en die andere die staat er ginds. Oké, drive vehicle. Geef mij fucking sniper rifle maar. Hey jij, lomp krenk, kom eens hier. Receiving asset report. Dat was mis, blijkbaar. Kom je hier naartoe? Dat is perfect. Fuck off. Oh, jij staat mooi in het water hier. Hoppakee. Ik weet niet of ik twee hits moet hebben, maar volgens mij valt dat. Dat was toch echt een hit? Hoe is dat geen hit? Oké, dat was leuk. Hallo Torben. Oh, for fuck's sake, er is nog één ziek. God, are you kidding me? Nee, ik wil niet zelf schieten. Doe het zelf maar even. Ik wil die Brachio uit zijn rok halen. No problem. Maar hallo Torben, welkom bij de stream. Welkom bij een fantastische stream. Vol vrede. En zo. Ga je die feeder maar even fixen. Oké, de Brachio. Let's go. Brachiosaurus. Dat ding is zo lomp. Oh, hij gaat een beetje door de deur heen. Nou, T-Rex, doe je best, zou ik zeggen. Fight.
Ja, vol vrede met allemaal dino's. En heel veel haat aan, aan andere dino's. Vol vrede. Welcome to Jurassic Park. Oh, a Brachiosaurus. Wonderful. Vegisaurus. Our guests enjoy the life. Hij is wel vet. Hij is echt lomp, de tering. Dat ding is echt huge. En we noemen hem Liendel. Waarom? Omdat hij nou al zit te janken dat er te weinig forest is. De rest vindt het allemaal goed, maar hij vindt dat er te weinig forest is. En zijn comfort levels gaan nu al omlaag. Garrate. Oké, dan doen we dat even heel snel op een manier. Gooien we hier even forest achter. Is dat een goed plan? Is er nou al meer forest? Vind je het nu al goed, Liendeltje? Nee, nog niet. Hij is wel soap. Hij is heel soap. Kijk, zie, dat is dus het achterlijke. Wat er nou gebeurt, je ziet gewoon dat die forest verspringt. Waarom? Omdat hij in de buurt staat van de forest. Loopt hij zo meteen naar links toe, is hij verder van het bos af en gaat hij janken dat hij niet bij, dat er geen bosgebied is. Deze dino's zijn zo irritant. Echt zo irritant. Maar oké. Genoeg rage op de langnekken in deze game die echt zeikerig zijn. En daarom de naam Liendel dragen. Dat is echt een rage momentje. Die brachio's. Ja, dankjewel. Een zware baby. Kan ik alweer een contract aanvragen? Thank you. Prevent any power outage occurring for 10 continuous minutes. Okay, let's go. Hopelijk werkt dat. Expedition map. We hebben iets nieuws unlocked. Ah, dat is voor die Nodosaurus. Die hebben de Hyundai en de andere nog. Die Gallimus wil ik ook nog steeds hebben trouwens. Die Gallimus komt ook uit de film. Dus die wil ik eigenlijk bij de T-Rex ingooien om te kijken hoe dat werkt. Hoe is het met Liendel? Kijk, er is bijna genoeg bos hier waar ik nu precies sta op deze vierkante fucking meter. Irritant kutdier. Wedden dat zometeen de T-Rex gaat janken dat het te veel bos is. Maar dat valt nog wel mee. De T-Rex heeft weinig moeite met al het bos. Oké, dat scheelt dus dat houdt in dat ik wel meer bos erbij kan flikkeren zodat Liendel zich fijner voelt. Een karkas is van een dode dino, had hem. Als dus een dino dood is, dan ligt daar een karkas. Hij heeft echt te weinig bos. Hoe kun je te weinig bos hebben? Heb je gezien waar je in staat, Liendel? Misschien moet hij nog even goed rondkijken met zijn bolle hoofd. Nope. Er moet meer bos. Wat een irritante dier. Nou, dit is een mooi bospad. Als je hier dus heen rijdt met je gyro ball, dan zie je alleen maar bos. Fantastisch. Die mensen op die viewing points zien ook alleen maar bos. Dat is ook leuk. Is het nou beter? Hey, er is genoeg bos. Hoe zit je eigenlijk met social? Oké, we maken nog een brachio. Die noemen wij, weet ik niet wie. Wie is nog meer irritant? Nee, jij zeurt niet zoveel, Misha. Dat klopt. Goddank niet. Incubate, let's go. Precies, Lucas. Zoiets zal het zijn inderdaad. Daarom gaat hij janken. Oh god, is er weer een dood hier. Hé, hey, het is Liendel de Mayasaurus. Wat een verrassing dat hij dood is. Nou, maken we hier weer een Mayasaurus. En nog weer een Parasaur. Nee. Ik ga geen enkele dino naar hem vernoemen, Liendel. Ik ga de hele dood. Goeiedag Olaf, welkom bij de stream.
Ik noem hem wel Koen. Koen is ook soms wel een beetje zeurderig. Lando en Koen zitten op één lijn. Vind ik een prima ding. We zitten op 8 ton per minuut trouwens. Not bad, not bad. Wat is hier allemaal goed mis? Oké, capacity, oké, satisfaction. Oké, we moeten dus nog meer drinks en food hebben. Maar dat kan niet, want daar heb ik geen plek voor. Great. We hebben daar te weinig capaciteit voor. We hebben te weinig ruimte. Yay, Gallimus. Nice. Hallo Tibo, welkom bij de stream. Oké, we gaan een Gallimus maken. En die bij Mr. T zetten. Om te kijken in hoeverre die Gallimus dood gaat. Het zal vast leuk zijn. Nee, de Brachio is dood gegaan. Daar ging ons geld. Maken we een nieuwe voor 2 miljoen. Hoppakee. Hebben ze toch weer een paar minuten terugverdiend. Wedden dat hij hier weer een dood is? Vrij zeker. Nee, niet eens. Waar zijn twee doodgaan? Wauw, hier. In dit hok weer. Een Strutio. Kevin 2.0. En een Krichton. Hallo, Platemas. Welkom bij de stream ook. Eens even kijken. Een Strutio. En een Krichton. Die zit een beetje onderaan. Dat ik na met Isla Muerte... Ja, dat klopt, Timon. Die unlock je, die sandbox unlock je vrij snel. Puur waarschijnlijk omdat als mensen meer willen sandboxen, zeg maar, dat ze dat kunnen doen. Maar ja, die unlock je. Je unlockt eerst deze. Matanceros, dacht ik. Dan Muerta. Samen met Nublar in mijn hoofd. Dan Takano. Dan unlock je Pena. En als laatste unlock je Sorna. Volgens mij. Ik kan het missen. Volgens mij had ik deze twee eilanden door elkaar. Maar ja. Jazeker heb ik weer raptors. Ik heb hier raptors. Ik heb hier gewoon raptors. En hierbovenin heb ik Dynon Cirrus dingen. Die lijken ook wat op raptors. Klein beetje. Die zijn iets kleiner. Heel misschien kan ik bij de ingang nog wat kwijt, Neo. Maar, of Neo, sorry. Maar ik ben er bang voor. Eens even kijken. Nee, verkeerde afdeling. En task. Oké, Gallimus. Alweer? Waarom gaat die Brachio de hele tijd dood? Dat is normaal. Die Brachio heeft 80% kans. Come on. In de vorige eiland is er eentje naar jou vernoemd. Ja, Platema. Ja, het is een beetje een rare volgorde, maar het werkt. Gallimimus. Dr. Grant was obsessed with your latest creation. Yeah, alsjeblieft, Lucas. Dino was one of the closest genetic relatives to the modern avian species. I'm the Gallim, decline. Not interested. We gaan nog even een tweede contract aanvragen voor security. Kijken wat we daar krijgen. Use experience to uncover carnivore fossil. Okay. That is easy. Help us with security here. Dat is echt easy. Deze kant op. We need to keep looking for other dinosaurs we may be able to domesticate. Well, more accurately, put on the road to domestication. The way we'll be able to control them is by letting them control themselves. Their natural hierarchy. That means we need more samples. This expedition can help. Op een gegeven moment heb je geen tijd meer om dino's namen te geven. Dat komt eigenlijk op neer, voor mijn gevoel tenminste. Want zoals nu ook, als ik die allemaal namen wil gaan geven continu, dan blijf je bezig. Waar is de Gallimus? Hi Mr. T. Let's go. Ja, ja, jij wordt heel goed verzorgd, Lucas. Supergoed. Zie? Mr. T zorgt heel goed voor jou. En veel plezier op Latemos met Destiny. Maar het zal goed komen.
En nee, dat werkt dus niet, Lionel. En ik vind persoonlijk van wel, Thibaut, ik vind het echt een hele leuke game, maar... Er zijn twijfels over sommige mensen. Maar ik vind het een leuke game. Er was volgens mij een trophy met een Gallimus, wacht even. Misschien kan het zijn dat ik een foto ervan moet maken. Dat zou goed kunnen. Release Gallimus. Ergens stond dat volgens mij een Spino. Indominus Rex versus T-Rex. Ja, photograph a T-Rex hunting a Gallimus. Dus we kunnen er nog wel eentje even uithalen. En... Dan moeten we die even fotograferen. Hoe lang ik al bezig ben in deze stream, ik heb geen idee. Ik ben 1 uur en 3 kwartier bezig in deze stream. Momenteel. Zijn jullie die voetbak aan het fixen? Ja. Maar er is nog iemand zonder voedsel. Waar is dat? Hierbovenin zeker. Yep. Assets in the air. Incubation failed. Weer de brachio. Waarom gaat die brachio continu dood? Waarom? Die brachio heeft 80% overlevingskans. Vader klotzak. Dan doe ik maar even iets anders. Oké, hij heeft nog steeds nog een rating, maar hij heeft nu 99% kans om te slagen. Als hij nou nog steeds niet incubeert, dan weet ik het ook niet meer. Hey, we hebben de missie. Research item from Research Center Aggressive Instincts 2.0. Oké. Oh god. Oké, we moeten dus een Dynon maken. Ik heb die al geresearched, blijkbaar. Denk ik. Ik zal zo kijken. For many of these animals, their natural state is one of contained aggression. Well, in this project, we're gonna unleash it. Amplify it even. This will let you get a handle on who you really are. And what they, the dinosaurs, can become. Welcome to the stream. Nee, denk ik niet, Tyne, sorry. We need to research genetic modifications. Okay, nou, dat hebben we dus al gedaan. We hebben dus die aggressive instincts mod al. We moeten nou alleen dus een ding eruit uithalen met aggressive mod. Dr. Dewitt need not know anything about this. Dus gaan we doen. I don't want to have to repeat. Copy that. Ik neem aan dat we attack zit trouwens hierbij. I've received word the research is complete. Aggressive instincts, was het toch? Genetic mods to the animals. Specifically, ja. Hyper-aggressive. Dus hij heeft die mod. Well, what are you going to do with these dinosaurs? I seriously hope that you know. Okay, what let's doing incubate. Because I know and I survived it. It's something that you cannot yet say. En route to top up feeder. Okay, we gaan even naar de T-Rex toe rijden. That's impressive work. En ja, dat gaat op en neer. Ja, nee, het kijkzaantal. Oh god. Mijn wegen zijn echt fantastisch. Yay, Ranger Accuracy. Oh kut, ik rijd een shelter voorbij. Welkom terug, Sven. Maar het idee is dus nu dat we naar de Raptor toe gaan. En naar de Gallimus. En... Dat we dan een foto maken van de Raptor. Van de Raptor. Van de T-Rex die de Gallimus opvreet. Dat is momenteel het idee. Hi, Mr. T. Uh-oh. Zou die gaan roeren? Dat is een ja dus. Hij is niet erg blij om ons te zien volgens mij. Ja, die mensen die wegspringen zijn fantastisch. Waar gaat dat die bol aan volgens mij? Ik weet niet wat hij doet.
Oké, hoe ver is dit ding? Kan die Gallimus eruit? Ja, perfect. Oké. Dus we stappen weer in de auto. Drive. We moeten dus zometeen een foto maken van de Raptor die achter de Gallimus aan zit. Voor die trophy die we ook even hebben. En ondertussen is een nieuwe brachtje aan het maken, hopelijk. Het probleem is, wij kunnen niet achter hun aan overal, omdat we dus heel veel bos hebben gemaakt. Is dat wat leuk. Het is echt een soort kip, nee, we missen de T-Rex. Ik moet nog steeds een foto maken, meer dan 100.000 waard ofzo. Ik denk dat het wel een T-Rex is die een Gallimus opeet en dan gemixt met een brachio in de achtergrond ofzo. Mooi zo. Blijf maar lekker op het open veld. Dat lijkt mij een goed plan, meneer Gallimus. Waar is dat ding naartoe? Daar. Jezus, dat ding is snel. Hij rent ook echt via de buitenkant. Ik kan het hem niet kwalijk nemen, hij is slim. Maar... Oké, we gaan een foto maken daarvan. Eens kijken hoeveel dat oplevert. Aardig wat. Ze doen niks op pad. Als ze gaan eten of wat dan ook, krijg je meer cash, of course. Maar... Ik weet niet waar die Gallimus is gebleven. Oh, die is daar. Die rent naar ons toe. En die rent de bos in. Oh, fuck, nee. Nee, Gallimus, deze kant op. Ja, goed zo, die kant op. In het open zicht. Niet de bos ingaan. Nee, dat mag niet. Er is ergens een dode dino. Weg, de andere kant op. Kut, Diplo, fuck off wie je staat. T-Rex, hij is hier. Tuut. Moet je niet naar mij toe rennen? Hier, daar, rechts van je. Hij rent de andere kant op. Succes daarna met je proefwerkweek. Wil je even niet mij aan gaan vallen? Dank je. Waar is dat? Please, Mr. T-Rex. Hij is echt een soort kip. Zo klinkt hij tenminste. Hij tok. Maar ja, succes. Succes en sterkte, Senna. Dat wil ik zeggen. Oh, hi. Wil je even niet mijn auto aanlopen? Dank u. Is er een Gallimus? Eet hem op of zo. Hey, T-Rex, vreet die Gallimus op. Goed zo, hij ziet hem. Please, Gallimus, blijf in. Ga niet in de bossen. Please, T-Rex, kom hier aangerend. Please, T-Rex, please. Zo mooi. Nice, Lucas. Gaat gesmeerd dit, ja, zeker. T-Rex en Gallim. Oh, jawel, er gaat gesmeerd. Bam! Look how it eats. 8000 cash penalty, omdat het dezelfde species zijn. Maar we hebben hem. Het duurde even. Maar we hebben hem. Ladies and gentlemen, we've got him, the trophy. Heal? Hoe kan ik hem healen? Hij is toch overduidelijk dood. En daar was er nog ergens een dood, maar ik weet niet waar. Oh, hier was weer eentje dood. Strut, joh. Jesse is dood. Oh, arme Jesse. Oké, even een nieuwe strutio maken. Dat is niet het beste nou. Maar hij zal goed komen. Hij zal wel een goede reden hebben om te piepen.
Oh ja, we moeten nog steeds die Dynon daar loslaten. Ik kan zeggen, we moesten iets doen, maar ik weet niet meer wat. Maar dat is dit ding loslaten. En dan ben ik benieuwd wat we moeten doen hiermee. Want dit is dus een security missie. Dan zijn we klaar met het eiland. Behalve 5 sterren halen nog, maar... In principe zijn we dan klaar. Alleen ik ben benieuwd wat de volgende stap is. Ensure the dinosaur remains housed to within a secure enclosure. Oftewel, bouw even extra hekken eromheen zodat hij sowieso binnen blijft. Dat is wat de game uitstelt. This strain of aggressive dinosaur needs to be watched, monitored and evaluated. Honestly, I don't like it. You don't have to like it, Lambert. I'll like it enough for both of us. Just please keep my people safe while they. Is het cool dat je dus extra hek omheen kunt flikkeren? Yes, it is. Zo kun je wel makkelijk beschermen, moet ik zeggen. Op deze manier. Als je gewoon overal die dubbele hek omheen flikkert. Dan wil dat makkelijk. Dat kan natuurlijk ook. Maar... Feeder need resupply. Ik weet alleen niet welke feeder, maar... Good luck, die feeder daar. Responding to resupply request. Release the dino, don't care. Is die Brachio al klaar? Die Brachio is al klaar. Oké, okay, let's go. Dan releasen we die Brachio ook even. Gaat weer met zijn kop door de gate heen. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome a Scruthio Minus to the park. Ja, dan zal hij wel buikpijn hebben, denk ik. Zal toch iets mis zijn? I don't know. Oeh, wat een raar geluid. Niet mooi. Blijf jij even in je hok, vriend. Wat is zijn status? Comfort agitated. Oh, hij probeert uit te breken. Nee, geen tijd voor je fucking missies. Too close to dinosaur. Als iets kut is, is het die melding. Nee! Oh, for fuck's sakes. Soms, hè, gaat alles mis in die fucking game. Als iets irritant is, is dat wel. Dat is echt verschrikkelijk irritant. Repair obstructed, omdat er een fucking dino in staat. Ik wilde dus een hek bouwen, maar dat kon niet, omdat die dino in de buurt was. En de rest rent er nu ook allemaal achteraan. Die rennen allemaal naar buiten. Fuck, klotzakje. Waar heb ik een shelter? Hier heb ik een shelter. Oh, let's go. Nice, Torben. Nice. We hebben nou dus de challenge ook gefilmd, omdat hij in die 5 minuten in een fucking hok is gebleven. Omdat het een klootzak is. En ik wilde dus heel snel hier nog bouwen, maar je kunt niet over paden inbouwen. Dus ik wilde heel snel dit kapot maken. Dat kon ook niet. Dan kregen we de tijd niet voor. Echt irritant. Oké, hier hebben we de heli. Goed, dus heeft hij de taak om alles neer te schieten. Ik heb de bunks al open gedaan, Leonel. Die staan open. Ik schiet zelf wel. Moest daar net. Prima. Ik weet precies waar jij landt. Doe maar. Doe maar, spring maar. In je bak is. Sorry, meneer. Voor het opofferen. Zijn neer? Ja, hij is neer. Oké, de rest mogen ze zelf weer gaan doen. Dit is de belangrijkste, want die moeten we terug in dat fucking hok. Want dat is de missie die nu. Ja, daarom. Dus ze hadden van die... hetzelfde als bij... oh, ze zitten vast in het hok. Perfect. Sven kan wel een danger to guess zijn, maar dat gaat niet.
want er is niks voor hem. Get wrecked. Jammer, Sven. Goede poging, maar je kunt lekker niks. Je zit lekker in je hok. Oké, alleen die nog. Alleen Shiki nog. Tuurlijk offer ik een mens op daarvoor. Als dat betekent dat de rest veilig is. Hey. Beter één iemand dood dan allemaal. Oké, alles gaat hier nou prima. De shelters kunnen weer dicht. De rangers hebben weer wat te doen. Ergens zijn twee feeders op, dat is bij de T-Rex. Oh. Wat is er aan de hand? Waarom? Wacht even, wat? Wat is er met de Diplo? Waarom is de Diplo zijn HP laag? Durft hij geen eten te vreten ofzo? Wat is het punt? Asset has been collected. Oké, we flikkeren nog wel even zo'n food ding erin. Stel, hij vindt het niet chill om overal te eten, dan gewoon weer dat aan in. Hallo, Soran. Oké, we gaan even voor... Gates. Stroom. Asset has been transported. Maar er staat stroom op deze hek en toch proberen ze uit te breken. Dat is zo retarded. Too close to dinosaur, you got to be kidding me. Confirming asset delivery. Oh, daar is die fucking dino. Ik doe deze maar even dubbel. Op deze manier, zodat ik er nog een gate weer in kan plaatsen. Als die hier wil ontsnappen, dan wens ik hem veel succes aan die kant. Dan mag die van mij. Hier zit overal dubbele gates. Hier zit een dubbele gate. Hier zit een dubbele gate. Ik moet alleen hier nog dingen maken. Nou, daar hetzelfde verhaal. Als hij daar wil ontsnappen, ik wens hem echt heel veel succes. Is die feeder al geresplied? Ja, maar dit is een andere feeder. Oké, let's go. Het gaat helemaal goed, Soran. Ja, Borrelblok ligt hier handen bewusteloos. Ah, zo zijn. Die moeten we even moven, dus. Oké. Hij is agitated. Dat is prima. I have dodged. Maar hij moet nog 50 seconden hier in het fucking hok blijven. Dus dat komt wel goed. Want we hebben overal dubbele muren op. Ik denk niet dat hij zo snel uitbreekt. Dat lijkt mij niet tenminste. Het zou kunnen, dan wil hij nou dus deze hekken kapot gaan maken. Nou, wat zeggen, dan wens ik hem heel veel succes, want dat lukt hem gewoon niet. En nou probeert hij daar. Zolang het hek hem nog maar 15 seconden bezighoudt, is het goed. Damn, Lucas. Lekker op tijd. Ziekte verspreiden, Misha. Ja, Misha is wel echt een ziekte, Kim. Dat ben ik met je eens. Yay! We hebben de mission complete. Woo! En hoe ook, met dubbele fences. Maar op zich is dat wel goed om te weten. Je moet dus echt 3 dubbele fences maken af en toe, anders komt het niet goed. When I started here at the parks, I knew there were times when we would be straying into morally ambiguous territory, right? I mean, we're managing wildlife that shouldn't exist. So I guess there'll be days like this when the project is successful, but it still feels like we lost. I'm getting word that you, Lambert and Wu are up to something. Something that was potentially dangerous. Oké, we hebben nou eens de Meteorosaurus hebben unlocked. I knew I had to watch them.
Am I going to have to start watching you as well? Nope, stop in junkie, mevrouw. No, we have a dead dinosaur. Wat een probleem. Eens even kijken, dit verkopen. We zitten trouwens boven de 100 miljoen. Perfect. Oh, er is weer een dood. Weer een Krichton. Die gaan best snel dood, moet ik zeggen. Die hebben in ieder geval lang leven, die Krichton dingen. Krichton trouwens. De Rex is vrij, ja. Die loopt hier vrij rond tussen al die andere dino's. Mr. T. Die is in gesprek met een brachio, met Leyendel waarschijnlijk. Vermoedelijk is dit Leyendel. Nee, dit is geen Leyendel. Dit moest nog Koen worden. Want die had ik nog niet genoemd. Dus dit is Koen. En ik laat straks ook nog wel de... Oh, kut, is hier ook weer een dood. Parasaur zeker, yep. Of is dat een Maya? Zo, wat was het? I don't know. De Maya-saurus. Heb ik hier nog Maya-saurus? Maar die zit in de bossen. Okay, social gaat nog goed, maar dat zal wel een probleem worden. Releasen kan niet, want we hebben geen stroom. Great. Omdat er een stroomstoring is. Want je blijft van die GG. Het is ook een mooie GG, moet ik zeggen. Het is een mooie emo. Yay, de materia, huppel de puppel. Kunnen we onderzoeken. En eens even kijken. Dat kunnen we nog verkopen. Dat kunnen we verkopen. Maar de rest doen we zo meteen wel. Zo gauw als die generator weer terug is, dan kunnen wij deze dingen releasen. En dat zou best kunnen, Ooga Booga, maar die T-Rex die kilt die Brachio's niet, dat boeit hem niet heel veel. Hij zit er vrolijk mee in één hok, dus. En ook de Diplo boeit hem niet. En die panda van Ubisoft. Ja, van Just Dance. Mijn rating is een beetje laag momenteel, dat is niet zo best. Waarom? Poor capacity, ja. Ik moet meer hotels hebben en shit. Dat is echt een groot probleem. Ik moet meer hotels hebben en ik moet meer shops hebben. Maar we hebben er vrijwel geen plek voor. Nee, er zijn nog geen vliegende dino's, Tibo. Omdat draken... Dat is heel lastig, dat zie je vrijwel niet. Het is veel te klein. Om een draakje te doen is niet heel herkenbaar qua dat. En ik vond pandas altijd fucking cool. Daar heb ik al mijn hele YouTube-carrière zijn altijd iets met pandas gehad, unicorns en zulke spul. Dus vandaar dat het alsnog wel persoonlijk is, maar het zijn geen daadwerkelijke draakjes. We hebben een drakenoog. That's it. Nee, die is er niet. Zo. Unicorn. Ik noem die unicorn en ja hoor, daar komt hij weer. Hey, we hebben een Sintosaurus. Dan hebben we de één Sint en dan noemen we Zwarte Piet. Vind ik een goed iets. Ha, dit is weer een dode dino. Wie nou weer? Het is Bonfire. Oh no. Een Anki. Heading to pick up the asset. Dan pakken we nog een Anki. Die staat bovenaan. Waarom weet ik niet, maar die staat helemaal... Ja, waarschijnlijk A. Qua benaming. Volgens mij is het op alfabetisch volgorde, ja. Alfabetisch volgorde. Dit is ook alfabetisch, dus er komen nog twee andere dino's tussen. Als je het echt netjes wil doen. Meteen total gas count of... Ja, prima. Moesten wij nog meer? Ja, we moeten nog meer voor de security rating. Dus we moeten nog meer security missies doen. Dit terminaten wij, ja.
Let's not prima. Stuff. Looking at the big picture, this is a solid contract. Planet management. Dus de dino's zijn perfect. Dat is 5 sterren. We moeten alleen dit fixen. Safety is goed volgens hun. Visibility is goed. Alleen food en transport is ook wel minder. Maar food en drink is echt een probleem. Dus even kijken waar we alle shops nog neer kunnen flikkeren. Het gaat leuk worden. Ja, maar voor de rest hebben we niks. Dikke vinger, Lucas. Dat mag prima. Nee, Kevin de Raptor is dood. No. Sad. Daar zijn Raptors. Ik moest even de Raptor zoeken. We maken er gelijk nog wel een. In voren. Oh, ik stond nog op de Raptor. Aangezien, volgens mij na Kevin gaat waarschijnlijk de ander ook zo dood. Die zijn tegelijkertijd gemaakt. Dus je hebt grote kans dat ze tegelijkertijd doodgaan. Iemand mist voer. Responding to resupply request. Ik hoorde net een liedje waardoor ik dacht aan mijn jeugd. En ik wist dat ik dacht, ik kan al refreshen om Firewatch in Ark te kijken. Oké. Okay. En zodoende ben je nou hier. Duidelijk, mortal. Ah, nee. Incubation failed. Rip, Raptor. Dat is een prachtige trofee, Senna. Dat is de leukste trofee. Kom je er nog bij om dat niet een leuke trofee te noemen? Shops. Dat moesten wij doen. Shops, shops, shops. Gift shop. Zolang het maar past. Heel misschien kunnen wij, als ik deze weg aanpas... Misschien kunnen we dan nog meer dingen hier plaatsen. Een beetje geluk. Dan flikkeren we die weg er wel achterlangs. Denk ik, of tussendoor. Tussendoor is prima oplossing. Als hij wil plaatsen, tenminste net, dan zei net had hij nog zin. Het is voornamelijk food and drink in een klein beetje shop. Wat het probleem is volgens mij. Prachtige weg. Het is echt nu puur proberen om de rating omhoog te krijgen. Dit kan niet, want dat is obstructed door die stroommast. Dus dan verwijderen we even die stroommast. Heeft gelijk niks, geen stroom meer. Dat maakt niet uit. Denk ik. Serieus, nou zijn terrain constraints? Oké. Okay. Dat zou lullig zijn. Power. We've got the power. Laten we dit hier maar langs gooien. Niet het mooiste ooit, maar... Je hebt wat met die soundtracks, hè, nou? Van die game. Dat is echt extreem. Hoe is de fun rating? Wacht even. Even goed kijken. De fun rating die was wel oké-ish. Food, drink en shopping is het ergste. Dus, als we nou nog een restaurant ergens bij kunnen gooien. Dat kan, sowieso. Maar dan moeten we die weg aanpassen. Die hele weg loopt dan anders. Maar dan zouden we hier nog een paar dingen kwijt kunnen, denk ik. Ja, is goed, Tiba. Welterusten. Leuk dat je er even bij was. We moeten nu echt ruimte maken. En ik denk niet... Nou, daar was ik al bang voor. Dat dat echt nut had. Wat kut is. Normaal gesproken zou je zeggen van dat zou moeten werken. Maar hij zegt terrain constraints.
Op zich snap ik dat. Dit is echt een scheidwijkje. Dit is echt saai ook, maar... Ik doe mijn best. Als we het vlak maken overal, dan heb je meer kans dat het allemaal werkt. Het ziet er niet uit, maar... Als het werkt, is het goed genoeg. Maar waarschijnlijk, want hij is net te groot. Vermoedelijk. Ja, dat gaat hem niet worden. Ook niet schuin, denk ik. Nope. We kunnen nog kijken of er nog een kleine ding is. Volgens mij zijn ze allemaal even groot. Nee, niet allemaal. De gift shop zou je nog kunnen passen. Dan hebben we twee gift shops naast elkaar. Dat is logisch. Dan loopt de weg er heel raar omheen. Het park ziet er niet uit. Zolang we maar extra gift shops hebben. En dat de rating omhoog gaat, is alles goed. Prachtig. Heel mooi. En later is Lucas wat rust ook. Leuk dat hij erbij was. Welke feeder moet gefixt worden? Oh, die. Attending to feeder supply. Hadden wij nog ergens nieuwe dino's? Ja, een nieuwe raptor. Dino's. Daar hadden we niks. Hier hadden we nog een nieuwe Anki. En hier hadden we nog een nieuwe Parasaur vermoedelijk. Mayasaurus en Parasaurus. Oké, dat hebben we allemaal gehad. Weer terug naar de shops. Het komt echt net omhoog. Fundrating is nou weer lager. Het is zo onlogisch als het dan kan, maar doe maar. Je hebt gewoon te weinig plek op een gegeven moment om alles neer te flikkeren. En de map is te krom, zeg maar. Het is niet heel lekker vlak. Dus je krijgt er van dingen zoals dit met die shelter. Dat het heel raar hobbelig loopt. Dan weet ik het wat. Wat heel irritant is. Dat kan zijn, hè? Dat kan. Er is ook niks mis mee. Is a textbook example of doing it right. Fast food. Gift shop plek. Kan dat hier nog? Dit zou een gift shop plek kunnen worden als ik die stroommas weghaal, denk ik. And the ground flatten. Een beetje geluk was hier net een gift shop, maar... I don't know. Ik ben er bang voor. Ik haal nou wel even de stroom van de hek af, volgens mij. Misschien moeten we even snel zijn met de gift shop. Terrain constraints. Ja. Spijtig. Dat is spijtig. No power outages. Oh ja, dat moet ik nog. Nou ja, dit is geen power outage. Power outage noemen zij echt dat alles eruit ligt. In dit geval. Dus dat valt nog mee. Ik ben het wel met je eens dat het in principe een power outage is, maar zo zien zij dat niet. Heading to the feeder now. Wat is er met alle vraagtekens, jongens? Wat is er aan de hand? Ah, oh, fuck. Medium power station is experiencing. We're fucked. Waarom begon je erover, Roots? Jouw schuld. Hoe lang ik nog doorga? Niet zo lang als de afgelopen dagen in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. Zag het al aankomen, denk ik. Ik in principe ook wel nog. Het is te wachten omdat die, die dingen die hebben geen outage beveiliging, maar juist wel extra output. Dus dan is het echt te verwachten dat je het snel krijgt. Dus daar hebben we nog iets neergeflikkerd.
Nou ja, dan maar hier kijken of we hier nog iets kunnen. Deze paarden, die kunnen we sowieso allemaal wegflikken. En dan kunnen we hier nog allerlei gas shops en food neerflikkeren. Dat vind ik een geweldig idee. 100% dat hier nog van alles kan staan. Als we het anders indelen. Die power dingen moet blijven staan. Maar als wij dit pad weghalen... Dan kun je vast nog wel een restaurantje staan. Ook. Kijk, restaurant aan deze kant. Use range team camera to dinosaur running. Nah, decline, not interested, thank you. En toy shop. Waarom niet? Schattig en klein. Dit gaat echt een lelijk, lelijk gebied worden. Moet maar. Zolang het maar werkt. Zolang het maar 5-star rating krijgt, vind ik het goed. Dat is niet te fixen, want daar is water. Gift shopje. Oké, okay, even pad connecten. Haakspad, dank u. Wat een mooi pad is dit. Echt fantastisch. Ik zal zo meteen wel een keer weer gaan rijden. Hé, hey, kijk, zo fix je dat. Oké, okay, daar heeft hij blijkbaar geen zin in. Heel een stuk van de brug vliegt er gewoon. Ja, maar dat kan. Dat is stevig genoeg, joh. Makkelijk. En ja, de Rex is al lang in principe losgelaten. Maar nog niet losgelaten in de map, zeg maar. Als je dat bedoelt. Oh, een van de Raptors is ziek. Acknowledged. En er is een feeder. Ja, dat is hier wel beneden. Maar we hebben hem nog niet echt losgelaten, zeg maar, op de toeristen, om het zo maar te noemen. Is dit sabotage of is dit gewoon power outage? Gewoon twee keer power outage. Great. Oké, okay, wat moesten we nog meer hebben? Fast food. Wat nou, access? Oh ja. Fuck, door mijn dubbele hekje. Dat was ik even vergeten. We hadden hier nog een dubbel hek staan, dus konden zij er niet bij nu. Aangezien het ding niet meer agressief zal zijn, zal ik die dubbele hek even weghalen. Er zijn hier gelukkig geen stormen, dus... Hey! Dankjewel, Thomas. Welkom terug ook bij de stream. Lang geleden alle gift subs. Maar super bedankt voor je gift sub. Het is nummer 17 alweer. Je hebt ze toen echt allemaal in één keer gedaan. Dat was echt extreem. Oké, okay, blijkbaar houden we daar die hele mooie bollen. Ah, zolang het werkt. Waarom niet? Het staat alleen een beetje lelijk. Het staat te lelijk voor mij. Doen. Maar hem super bedankt. Ook namens, namens Melvin. Hij is er altijd. Host ook veel. Dat verdient op zich wel een super. Komt je eigen sub niet door? Dan moet je even refreshen, Thomas. Dan moet je zelf even Twitch refreshen. Dan komt er bovenaan te staan share enzovoort. Dat klopt inderdaad. Daar is wat mee. En kijk, Rangers zijn er. Oké, okay, de rest gaat alles goed zo te zien. Oké, okay, perfect. Hoe is het nu met de rating? 50% fun is wel goed. Dat is punt niet. Het is puur shopping en food. Maar moet je kijken hoeveel fucking shops ik overal heb. Dat is echt belachelijk. Daar maakt niet uit, Winter. Je hoeft ook absoluut niet te subben.
Oh, hier is ook water. En water weg. Was nu fun en food. Shopping. Fun niet. Shopping en food. Oké. Okay. Gift shop. Nog één. Voor als mensen gelijk het park binnenkomen. Gelijk een gift shop om je oren. En ik gelijk fast food. Tegenover elkaar. Wat wil je nog meer? Hey, dankjewel Ruud voor je gift sub aan Winter. Awesome, jullie gaan weer los volgens mij. Volgens mij wordt het weer zo'n gift sub avond dat ik het nou al zie. Super bedankt jongens, awesome. Het is fijn om te zien, de liefde in de chat en de community. Als we power problems, bad things tend to happen. I'd prefer they didn't. So how about making sure your buildings have the power they need? Terrain constraints is voornamelijk daardoor. Okay. Gooi het pad hier even omheen. Dat is mijn idee. Als dat wil tenminste. Heel mooi op aangesloten. Prachtig. Hallo non-subs. Uit het niet zeg, om alle non-subs. Nou, vallen van mij. Maar super bedankt jongens. Echt awesome om dat te zien. Hallo Joey, welkom bij de stream. Oh, deze weer. Oh my god. niks heeft stroom. No power outage. En dit werkt. Er is geen power outage volgens de game. 6 minuten volhouden, maar niks heeft power. Geen enkel hok of wat dan ook. Wat? Omdat we geen pad meer hebben. Dat is gewoon triest. Dat heeft allemaal hiermee te maken. Deze hebben namelijk ook geen pad. Wauw, oké. Okay. Nou is er weer power. Zie, nou is er weer instant power. What the fuck. Oké, Krichton, waar ben jij, Krichton Tsarus? Even dit transporten, daar zo meteen power voorzien. Eens even kijken. En oké, dadelijk Damien. Ik heb Lucifer nog wel verder gekeken. De aflevering is voort. Maar dat dus gecanceld was, wist ik niet. En dat is wel goed dat de Netflix is opgepakt in ieder geval. Nee, dit is niet het vierde eiland, Quentin. Dit is het derde eiland. En ja, jij mag zo meteen een dino naam, Winter. Komt goed. En designer van gewoon grafische dingen, dus logo's, websites, flyers, al dat spul. En ICT is meer gewoon mensen helpen met computerproblemen bijvoorbeeld, computers in elkaar zetten, assemblagestuk spul. Ook, maar gewoon wat breder, maar dan op basisniveau. Niet echt een hele app ontwikkelen of zoiets. Dat niet. Eens even kijken, welk voerding nou weer... Oh god, die daar. Oh my god. Ja, het is zo'n avond. Het is een gift sub avond. Super bedankt Thomas. Ook namens Joey voor de gift sub. Laat de hartjes maar komen in de chat. Senna ook echt 3 keer dat hoofd erbij. Het kan ook niet anders. En oké, nice Ruud. Heel nice. En ik heb af en toe ook wel frame drops, Joey, op de PS4 Pro. Ik heb het exact hetzelfde. Af en toe dan is het er gewoon te veel en dan heb ik ook... dan tankt hij echt. Dat klopt. En oké, nice Spike.
Ja, allemaal wel voornamelijk in ICT. Dat zie je ook wel veel, ook met games en de rest. En veel mensen die wel een beetje in dezelfde regio zitten. Even kijken, restaurant, past dat hier nog? Ja. Kan de restaurant ook nog hier? Ja, dat kan ook. Terrain constraints, serieus? Fuck off. Oké, meest interessante pad ooit. Zo de tering, jongen. Die thank yous van de bot ook. Te veel stof in je fan. Nee, dat is het hem niet. Optimalisatie is gewoon niet helemaal je van het. Maar maakt het niet uit. Over het algemeen werkt het helemaal goed. We moeten nog een shop hebben. Past dat hiernaast nog? Dat past. Er was een kleine millimeter waarbij die zei dat is goed. Dat is hier. Nee, ik heb Detroit heb ik niet meer aangeraakt. Nadat ik hem heb uitgespeeld, heb ik Detroit niet meer aangeraakt. Ik ben met andere games bezig geweest, zeg maar. Als het goed is, zou dat moeten werken normaal. Ja. Maar nee, die heb ik dus niet. Hallo Kevin, welkom bij de stream ook. Je Windows-toets doet dit niet op je laptop. Toetsje omhoog wiebelen en eens even kijken wat eronder zit. Misschien zit er wel gewoon simpel iets als een broodkrummel, omdat het niet helemaal ingaat. Yay, power outage. Het is echt continu power outage. Oh, for fuck's sakes. Jesus Christ. Van vierkante gift sub. Super bedankt Kevin voor een gift sub. Oh, Michael. Oh my god. Maintain a facility rating of at least 3 stars of 3 minutes. Dat moet wel lukken, denk ik. Ja, we hebben momenteel geen 3 sterren, zeker. Voor facility. Nope. Food rating en shopping is nog altijd zo laag. Zo kut. Maar oh my god. Oh my god. Dankjewel Kevin voor gifts of a Torben. Dat is wel een mooie binnenkomer, Kevin. En Detroit lijkt me inderdaad trouwens ook wel een kut platinum. Ben ik met je eens. Ik moet de hele tijd nou even de chat terugscrollen. Aangezien er zoveel thank yous zijn is voor het een emote. Dan volg ik het niet helemaal. Maar wanneer het klinkt het... Nee. Ik vind ze absoluut niet vervelend. Ik vind ze niet vervelend. Maar het gaat aan één trein door. En ja, ik vind dat ongemakkelijk. Laten we het daarop houden. Maar super bedankt Kevin alweer voor de derde keer op rij. Lekker snel ook, moet ik zeggen. Voor de gifts up aan Kevin. Super bedankt namens mij en hem. Even kijken. Dit pad kunnen wij ook nog slopen. Er kan ook nog wel iets staan. Toy shop, I guess. Wat is hier mis aan terrain constraint? Dikke finger game. Dankjewel namens Spike Kevin voor een gift sub. Het gaat weer hard aan toe hier. Maar super bedankt Kevin voor de gift sub. Alweer. Volgens mij wint nou niemand meer qua snelheid als ik zo bekijk. De tering. Dat was weer leuk. Ja, dat was het zeker Kevin. Super bedankt. Gewoon. Is het nu 6 gift subs achter elkaar? Ja, 6. Nee, 7 zelfs. 7 gift subs achter elkaar, jongens. En daarvoor ook nog Joep trouwens ook. Gewoon 8 gift subs in deze stream. What the fuck. Super bedankt. Echt super bedankt. Ja, hoeveelste zit jij nu, Kevin? Ik heb dat niet eens gezien. Even terug scrollen. 46. Oh, dat valt nogal mee. 46 gift subs. Idioot. Echt belachelijk. Oh, kut. Wij kunnen hier geen power ding plaatsen. Jawel. Hier achterlangs. Je kunt ook via de telefoon doneren aan iemand. Dat kan. What the fuck is dat voor emote, oude kaas? Ah, give please. Die zijn wel cool, moet ik zeggen. Die zien er cool uit. Zit er niks onder jouw toetsen, dan weet ik het zo 1, 2, 3 niet, Sven. Dan moet ik het eerst zien, zeg maar. Maar ja, je kunt dus... als je op telefoon zit, kun je die link gebruiken. Oh my god. Dankjewel Thomas voor je gift sub aan iemand.
Dat klinkt zo dom. Dat klinkt echt zo dom. Maar super bedankt voor je gift sub aan iemand. 1001. Oh my god. Kevin, super bedankt voor je gift sub van Outer Cast. We hebben gewoon niks. Oké, weet je wat? Stroom, is dat nog steeds down? Waarom? Ah, power outage weer. Alweer. We gaan wel even de T-Rex spectaten, want ik kom niet aan de game toe. Wat prima is, maar dan hebben we ook wat gameplay. Waar is meneer T-Rex eigenlijk? Wat? Dit is Diplo, dit is Brachio. Hij mist Forest. Ik hoor de T-Rex wel. Maar ik zie hem niet. Wat? Oh, die staat hier tussenin. Ze staan hier allebei in de hoek. Waarom staan Koen en Leandel tegen elkaar aan? En waarom staat het hier? Oké, dan gaat iets mis. Het zal wel. Het zal wel. Oh my god. Dankjewel Kevin voor je gift sub aan Quinten. Oké, de tieren. Ik ga die andere twee ga ik even verdoven en op een andere plek plaatsen. Ik zag volgens mij nog niets voorbij komen van Damien. Mikey heeft €25 gedoneerd. Jesus. Kom FF snel via de achterdeur een kleinigheid brengen voordat je weg bent. Aha, dankjewel Shiki voor €25 donatie even tussen alles door. Oh my god. Zoals zij ook zei, of de donatiemelding is ook, oh my god. What the fuck gebeurt er weer, jongens? Even snel via de achterdeur. Kleinigheid ook. Super bedankt voor je €25 donatie, man. Echt. Het is allemaal niet nodig, jongens. Dat weten jullie. En ik word hier zo ongemakkelijk van. Maar ik zit wel een big smile op. Dat wel. Echt. The fuck. Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Super bedankt in ieder geval iedereen. Voor dit. En is goed, Quinten. Succes met de Chromecast. Ik hoop dat het een beetje werkt. Hallo Lazy Duck ook. Welkom. It's time to stop, ook echt. Park is compleet vol met dingen, maar alsnog meer visitors krijgen. Ja, dat weet ik dus niet, Joey. Ik zit nu een beetje met hetzelfde probleem. Hij wil niet naar de vijf sterren toe. Dus I don't know. En ik ben dus even langzaam door de chat aan het heen scrollen, zodat ik niks heb gemist qua berichten ondertussen. Kan je onder de stream een balkje maken met alle mensen die een gifts hebben gegeven? Ik vind overlays heel lelijk, Thomas. Ik heb wel een overlay geprobeerd voor topdonatie en zulke spel, maar ik vind het zo lelijk staan. Dat werkt alleen als je ook een... Dat werkt ook alleen als je een facecam hebt of zo. Dan kun je hem daarin verwerken. Maar gewoon puur een overlay staat naar mijn mening heel lelijk. Ik kan er eventueel nog wel een ding maken, maar ik kan het niet echt checken. Dat is een beetje het punt. Maar net zoals de Hall of Fame... Met de donaties kan ik eventueel ook nog een sub-gifters ding erbij maken. Zeg maar, voor het aantal sub-gifts, ik noem maar iets. Zeg maar. Zoiets zou ik kunnen proberen te doen. Maar dan moet ik eerst even checken of ik kan zien wie allemaal een sub-gift hebben gedaan. Zeg maar. En super bedankt Thomas voor de gift sub aan Jochem. Laten we het er toch over hebben. En ik snap dat je me steunt, Kevin. Ik doe mijn best. Dat vind ik fijn dat je me steunt. Dat kan ook gewoon door gezellig in de chat te staan, wat je altijd wel bent. Dat hoeft niet per se met 300 miljard gift subs. Maar bedankt. En ben ik dan een beetje onderaan de lijst eindelijk? Volgens mij niet. Ik heb vaker framebase dan normaal als ik verlijn met een vriend die het ook heeft. Ik heb geen idee, Joey. Ik heb het af en toe, maar dat ligt een beetje aan hoe je ding is. Jullie zitten gewoon een wedstrijdje te doen wie het eerst de gift sub volgens mij, of niet? En dat lukte me niet echt. Zo jammer. What the fuck, jongens. Echt, what the fuck. Maar voor mij ligt het een beetje aan het park, Joey, ook. Hoe je park is ingedeeld. En met de dino's. Dat is een beetje een lastig iets. Oké, we gaan even de helikopter erbij roepen. Aangezien Leyendel en Koen allebei hun true self zijn, dat... Houdt in, stond in je tand. En die zitten dus allebei hier in een hoek. Waarom, weet ik niet. Zonder water, zonder voedsel. Waardoor hun comfort heel laag is. En er is ook geen forest in de buurt op deze specifieke plek. Dus, ja. Ze zijn wel lekker irritant. Dus we worden neergeknuppeld en dan flikkeren we ze ergens anders neer. Was ze wel weg.
Ik weet dat ik niet kan winnen. Ja, dat, of, dat, ja, jij bent wel het snelste tot nu toe, Kevin. Dat klopt. En ik weet ook dat het niet helpt als ik zeg stop of wat dan ook. Maar je gaat toch door. Dan komt er weer een donatie van andere random iets. Meneer T-Rex, je zit vast in de brachio. Er gaat hier iets flink mis, volgens mij. Ik wil weten hoe die... Oh my god. Dankjewel Thomas voor je subgift aan Robin. Oh, for fuck's sake. Super bedankt voor weer een gift sub. Haal eens deze keer sneller, Kevin. Al 2 keer op rij. Wat doe jij? Alhoewel, ik wil niet weten wat je doet. Waarschijnlijk is het een donatie. Aangezien je verder stil bent. Dat komt niet goed. Oké, die ene valt om. Die kop over dat hek heen trouwens. Oh, geweldig. Die andere valt er binnenin waarschijnlijk. Oké, we gaan Leandel transporten naar ergens waar bos is. Zodat hij stopt met huilen. Zijn er nog non-subs? Vast wel. Er zijn vast wel wat lurkers. Maar super bedankt jongens. Echt, what the fuck. Oh, daar. What the fuck? Hoe de fuck ligt Koen opeens hier? Wait, what? Oké. Het zal wel. Oeh, de Diplo. Waarom heeft hij opeens weinig HP? Hoezo hebben zij honger en water, zeg maar, terwijl ze het hebben? Wat is hun probleem? Komt het omdat die T-Rex er is? Het zal, I guess. Oh my god, hoe die opgetild wordt ook. Transporting asset. Dat ziet er zo dom uit. Hij heeft een lange nek ook. Hij hangt er een beetje suf aan die helikopter. Nee hoor, Kevin, je hebt niks gemist. Ik vertrouwde alleen niet dat jij er niet was, maar anders dan dat heb je niks gemist. En eens even kijken, en zet ik een portuur in kerk praten. Kerk is busy, staat op zo'n moment praat, houdt gesprek. Ah ja, slaat, sorry, slaat. Ja, 10 of 10, 100%. Oké, nou, jullie zitten in een bosgebied. En naast water, suip iets en stop met janken. Anders dan schiet ik jullie allebei af, Koen en Lendel. Ja, terrain constraints zijn heel irritant. Mee eens. Die zijn verschrikkelijk irritant, Joey. En nou dus ook de rest, die gifsubs dingen. Ik krijg dat gewoon niet boven... Hij zegt poor capacity nu. Wat inhoudt dat ik dus... De meeste dingen is goed, maar nu moet ik een hotel bouwen. Maar ik heb geen plek voor een fucking hotel. Ja, jij mag een dino naam, Thomas. Dat mag jij. Ik weet niet of ik hier nog überhaupt dino's heb met namen. Maar hier, dit wordt een Thomas. Volgens mij zit Kevin ook in dit hok. En Shiki ook. Jullie allemaal. Nieuwe mensen. Uit het niets. Weet ik nog niet, zometeen. Ik zal zometeen een keer gaan opslaan en dan laten we de T-Rex vrij in het park. Komt goed. Ja, jullie mogen nu allemaal namen in het park. Ik heb er nog genoeg. Waarom is de Dracorex matig te pas? Geen food and water. Wat is het met die dieren dat ze opeens geen eten meer durven te pakken ofzo? Dat is zo raar, dat gebeurt veel. Op een gegeven moment dan durven ze gewoon niet meer... te gaan eten of wat dan ook. Het is echt apart. Devil Neer Even 15 heeft €25 gedoneerd. Morgen ga je een ijsje halen en nu ben je sprakeloos D. Ik zal er morgen heel lekker aan. 2001 heeft €3 gedoneerd. Dank je wel aan degene die mij een sap heeft gegeven. Black mag ik en u ook een naam als Tino. For fuck's sake. Ja, dat mag jij, iemand. For fuck's sake, achter elkaar. Ik ga morgen een heel lekker ijsje halen, Kevin. Super bedankt met het warme weer. Een soort van warme weer nog. Super bedankt voor je €25 donatie. Het gestoorde gek met je gift subs en de rest. Echt, what the fuck. En ook iemand, 1001, super bedankt voor jouw donatie. En wel bewijs, zonder bewijs. Zonder bewijs. Ik ga geen foto maken van het ijsje. Dat smelt voor die tijd. En, maar ja, jij ook dus super bedankt iemand. En ook de persoon die het gegiftsurfd heeft aan iemand. Ik weet niet meer wie dat was, maakt eigenlijk niet heel veel uit. Thomas in ieder geval, was het.
Super bedankt namens iemand dus met donatie. Echt, wat de fuck zijn jullie allemaal aan het doen, jongens? Oké, deze naam. Deze noemen we Melvin. Dan gaan we volgens iemand, als je even je naam zegt. Ik ga hem niet iemand noemen, de dino, want dat klinkt een beetje raar. Maar dan zal ik hem vernoemen naar jou. Wie heeft er nog meer? Oh. Fuck sakes. Dankjewel, Shiki, voor je gift subs. Well, you know. Het gaat maar door, jongens. Dit is ongezond. En geef niks, Root. Je hoeft sowieso niet wat te doneren. En ik heb niks voor crypto. Inderdaad, dat klopt. Ik ga nog veel ijsjes eten, ja. Daar lijkt het wel op. Jij houdt ook van mij. Ik hou ook van jou, Kevin. Hallo trouwens, Justice ook nog. Tussendoor, tussen alles door. Oh ja. Iemand, wat was de naam? Ik moest ook nog een Thomas noemen. Dat had ik nou al gedaan, toch? Ja, Thomas had ik al gedaan. Echt failliet door dat Twitch. Avond, man. Voor mij tenminste. Ik zal zo meteen mijn park tonen, Loey. Het zijn heel veel groene oogjes, inderdaad. Nu moet je een park vernoemen naar mij. Dat kan niet. Ik kan geen park vernoemen naar jou, volgens mij. Ik zal het eens kijken, maar volgens mij kun je een park niet vernoemen. Kan de Rangers, kunnen jullie even Robin healen? Waarom gaat Robin dood? Waarom doet hij niks? Hij is in paniek. Dat is al. Oh, één van de twee is ook dood. De dip... Hoe de fuck gaat vervolgens de Diplo dood? Nou ja, whatever. Op een gegeven moment geef ik het op met die dino's. Dan hebben ze dikke pech gehad. Als ze dood willen, dan gaan ze maar dood. Even kijken, die resupplyen, dat resupplyen. Nou, fuck it, heal dit maar. Echt, de fuck, jongen. Ik zal zo kijken of ik een paar kan vernoemen naar je. Kevin, komt goed. Eerst even... kijken of ik verder iets kan. Oh, daarom is die capacity ook waarschijnlijk, omdat die power niet klopt. Ah, dit is allemaal improved output. Great. Heb ik alles al improved output? Nee. We zitten al bijna daaraan, jongen. Dat is belachelijk. Oké, we hebben nu genoeg power, hoop ik. Ah, fuck jou. Yeah. Ik zal niet even vragen of je straks even host. Nee, dat hoeft niet, hoor. Niet nodig. En ja, precies. Iedereen weer, mag ik een naam, maar dat komt goed. Ik heb nog heel wat dino's over die geen naam hebben, dus komt goed. Ik weet niet meer hoeveel er hier nog in zitten. Ik weet niet meer wie dit ging worden, om heerlijk te zijn. Stefan was het. Oké, dankjewel iemand. Stefan. Daar zocht ik nog naar. Dat was degene die ik het in eerste instantie nog beloofd had. De rest natuurlijk ook wel. Ik zag een Jochem net voorbij komen. Jochem de Ankylosaurus. En ik zal zo dus kijken. Kevin, maar komt goed. Ik mis echt dingen nog. Het kan eventjes duren. Dankjewel, Damien, dat je dat bij hebt gezegd ook. Nee, Sven, ik ga geen dino naar jou vernoemen. En nu ben je druk. Nou ben ik inderdaad druk. Maar dat maakt niet uit, want ik heb hier heel veel dino's zonder naam. Dus dat is perfect. Dus ik was hierop voorbereid. Hallo, Brembob. Welkom, hi Victor. Ik zal jou ook even een dino geven. Power outage. Ah, dat boeit niet. No power. Ik ga nu wel naar Dead Island. Het enige deel ik dat best aanpak. De Visitor Center had ik verkocht, Joey. Vervolgens heb ik 2 Strutio's gemaakt. En dat leverde mij net genoeg winst op om heel langzaam aan te kunnen starten. Dus komt goed. Oh god. Ja, ik ben vast wel voorbereid. Ik heb genoeg dino's en anders maak ik er nog wel bij. Ik neem aan nog een Kevin, een andere Kevin. Dus dan Kevin H. Kevin Hendricks. Als u. Winter. Moet ik serieus een dino Winter noemen? Oké, prima. We noemen een dino Winter. Kevin! Precies. Die Kevin.
Ja, Michael. Ja, nou mag ook een Dino. Jesus Christ, nou ben ik alleen met dino's aan na. Als je doodgaat, dan kan ik er weinig aan doen, voor de duidelijkheid. Dat is geen persoonlijk iets of zo. Maar deze dino's gaan nog wel eens dood. Ah, je, serieus? Is dat je voornaam, Winter? Nee. Aparte naam. Aparte naam. Niet, nooit eerder gehoord, zeg maar. Heb ik nou nog iemand gemist? Denk ik. En het is helemaal goed trouwens, Stefan, dat je het een paar keer typt. Want ik had het. Het gaat zo snel inderdaad dat het bij mij voorbij gevlogen is. En ja, heel veel verschillende kleurtjes inderdaad, dat klopt. En zometeen career given. Oké, volgens mij gaat het nou weer goed. Ja, er is een T-Rex, Jarno. Die staat in een ander hok. Jij leeft nog, Kevin. Ergens leef jij nog, ja. Denk ik. Jij hebt een naam gekregen net. Ja, jij leeft nog, Kevin. Oh ja, Robin ook nog. Robin met 1B, in ieder geval. Hallo, Rosmalentje. Oh, for fuck's sake. Die rent net de bos in. Zouden we normaal gesproken een Leandel noemen? Sven, ik ben Sven niet vergeten, Sven. Hoe wil jij genoemd worden, oude kaas? Ja, maakt niet uit, Kevin. Geeft niks. Ik wil hem rustig oude kaas noemen, maar... Hij ziet wel een beetje wit schimmel. Tenenkaas. Jong belegen. Kasie. Oké, Kasie. Ga me niet vertellen dat dit jouw naam is. Maar hopen van niet. Oh. Koen de Brachio is down. Dit zijn echt domme dieren. Vreet of zo. Er staat er een fucking ding voor je neus. Maar ja, die is empty. Never mind. Oké, heel Koen ook maar even. Wie liggen er allemaal down? The fuck? Confirmed. Nou ja, het is allemaal. Mr. T. De T-Rex, die vermaakt zich nog wel. Dat is de enige waarbij het goed gaat. De rest zijn allemaal retards. Nee, dat is prima, oude kaas. Dat is helemaal goed. Nou, Robin gaat ook dood. Ik zal even kijken waar Kevin is. Want ergens moet nog een Kevin zijn. Volgens mij was Kevin een van de raptors. Mijn hoofd. En anders, dan maken we van Kevin nog weer een raptor. Volgens mij was jij een van de raptors, maar ben jij net een keer dood gegaan. Vermoedelijk. En anders ben jij een van die andere raptors, die Dynon. Dat zou ook kunnen, Kevin. Ik denk hier tussen zit. Boroblox. Shiki zit er tussen. Sven, Joep. Nope, blijkbaar ook niet. Dan was jij een van die dooien hier. Waarom typ jij de hele tijd Kevin met heel veel uitroeptekens, Kevin? Je hebt al gedoneerd. Af. Zeg maar gewoon die Kevin voor die rapper, oké? Was er nou nog iemand die zijn naam wilde hebben op een raptor? Pas wel. Noos Linder, toch wel. Nee, dat zei ik niet, Kevin. Dat was exact niet wat ik zei. Jij werkt altijd in omgekeerde. Jij was dat ook nooit. Ken je al lang in dan van vandaag? Oké, dan noemen we... Weet je wat? Dan noemen we deze wel Kevin met uitroeptekentjes, alsjeblieft. Kevin. Dat werkt, is een wonder. Oh, geweldig. Nee, je hoeft niet te doneren voor een naam, Rosmaland. Alleen subs krijgen een naam op dino's. Dat was de deal, zeg maar. Heading to the feeder now. You got mail. Nee, fuck off. Af, Kevin. Af. Oh, dit is een dode dino. Jochem is dood. Nee, Jochem. Collecting asset. Robin. Ja, Robin is niet te healen. Ah, serieus, Spike? Oké, nou, dat is makkelijk. Dat klinkt zo raar om een dino die naam te geven nu, maar ik zal het zo doen, Spike. Ik heb hier vast nog wel... Ja, dat is een parasaur. Oh, dat is Michael. Die kan ik niet... anders noemen. Parapietje zit er nog tussen zelfs.
Hoppakee, hier. Alsjeblieft, Spike. Wil jij een nieuwe, Jochem? Jij hebt nog één. Juist, het was ergens. Ik weet niet meer waar. Maar je mag wel een nieuwe. Hier, jij bent ook een parasaur, alsjeblieft. De T-Rex. Ja hoor, sorry. De T-Rex is hier. Mr. T. Ik zal zometeen eerst nog wat andere dino's voeren aan hem, denk ik. En dan laten we hem los. Dus komt goed. Hij vindt die bolletjes echt niet leuk. Ik weet niet wat voor dino jij was. Om heerlijk te zijn. Er zitten hier echt heel veel tussen. Het was vermoedelijk een van deze allemaal. Een raptornaam. Nou ja, er zijn maar een paar raptors. En over het algemeen hadden we de deal dat de moderators zijn raptors. Aangezien heel veel mensen de raptors willen zijn. Maar je kunt maar iets van 4 of 5 raptors hebben. En anders dan heb je een probleem, zeg maar. Wat te druk. Zo doen we. Waarom heb ik nog steeds een power outage trouwens? Total available power to total required. Dus waarom zou ik een power outage hebben? Voor wat? Oh. Wat is het probleem? Hij heeft geen food en water. Oh ja, ze moeten meer food misschien hebben. Wacht even. Dat zou kunnen. Flikken we er daar nog een neer. Daar nog een. Ja, alsjeblieft. Genoeg food. Genoeg water. Stoppen met huilen. Jij bent geen Raptor Center. Dat klopt. Jij wel, Sven, volgens mij. En dat wil ik zo meteen dus ook gaan doen, Joey. De T-Rex en Herbivore er allemaal bij in flikkeren. Kijken hoe die overal achteraan gaat. Dan weet ik dan wat. Vraag hoe je een afbeelding hebben bij Twitch als je offline bent. Dat zit in de settings. Dan moet je volgens mij naar settings, kanaal. En dan staat daar wel van een offline screen of zoiets. Iets in die trant. Ah, power outage is great. Oh my god. Dankjewel, Thomas, voor een gift sub. Aan Rosmalentje. Gaat weer lekker. Het gaat gewoon weer door. Ik dacht dat we het klaar waren. Maar nope. Nope, nope, nope. Nou, je bent niet voor niets een Deinonosaurus dingetje. In het wit. Hi, goeiedag. Hij is er ook mee eens. Boys in the building. Echt, the fuck. Robin gaat echt gewoon dood. Ik kan daar niks aan doen. Robin, you're fucked. Hij wil jou inhalen, dan heeft hij nog een hele lange weg te gaan, Kevin. Responding to resupply request. Nee, dat gaat hem nooit lukken, dat denk ik helemaal niet eens. Don't care. Hoe is het met onze security dingen eigenlijk? We moeten nog een paar security contracts hebben en dan hebben we dat eindelijk volledig. Laten we even weer op de game focussen. Nee, die client is een kut ding. Next target already spotted. De monorail kun je wel wat recht krijgen, maar niet heel veel. Maar je kunt hem wel recht krijgen, ja. Adding task. Nee, dat werkt niet puur op geldbasis, Kevin. Het was meer omdat ik jou vertrouwde in. Geld werkt niet voor een mod. Zo simpel is het niet. Oh wow, die sterren gaan ook weer naar beneden. Food and drink blijft een fucking probleem. Transport. Oh ja, transport omdat er stroom uit is. Dus ik kan zeggen, waarom is transport nou weer een probleem? Maar never mind. Oh ja, Rosmalentje moest nog een... hier, Rosmalentje, jij bent een Maya Sauro. Gefeliciteerd. Met jouw eigen dino.
Type is moeilijk. Godver. Type is moeilijk. Oké, over opslaan, I guess, ondanks dat één grote teringband is. We slaan er wel even verder op test. Omdat we daarmee bezig waren voor die comfort dingen. Moet alleen eens even security, dan hebben we alle dingen hier gedaan. Hij is alleen helaas geen 5 sterren, dan moet ik dat nog een keer fixen. Maar dat zal ik wel mijn eigen tijd doen en dan kunnen we naar het volgende eiland, eventueel. En is helemaal goed, Kaylee. Oh, prima, welkom in de stream. Oh god. Ja hoor. Diplo en Koen bij hem. Ik snap dat echt niet. Waar is er mis met die dino's opeens? Nou, hier heb je nog een feeder. Hoppakee. Te luxe leven. Nee, Kevin is geen Belg, Thomas. Oké, zo nee, ik ben Kevin. Wauw. Welke invite? Oh, for fuck's sake, wat heb je nou weer gedaan? 8 minuten geleden ook. Ah, in Koevoorde, dat is nog in de buurt, hè, Michael. Nederland dus, ook echt. Er zijn 5 eilanden of zo, volgens mij. Duurt lang. Ja, sorry, hallo. Wat is de... Oh ja, ik moest mij nog unmuten. Hallo, ik moest nog unmuten. Ik sta altijd standig gemute. Oh, ik wou zeggen, ik hoor jou niet. What the fuck? Goed bezig, knuppel. Ik ben wel lekker bezig, net zoals Thomas en de rest. Wat is dat met jullie? Ik heb niks gedaan. Nee, dat weet ik. Dat is altijd zo. Jij werkt echt andersom. Net zoals net van, ik ga ervan uit dat geen donatie meer komt. Wat dan? Oh, moet ik doneren? Dat gaat altijd zo bij jou. Zeg maar, ik was zeg maar in de boomkamer. No problem. Jij bent trouwens een beetje zacht te horen, denk ik. Nou, wacht. Ik was zeg maar in de woonkamer bezig met opruimen. En ik hoorde achter elkaar donaties binnenkomen. Of tenminste, subs binnenkomen. Oh, wacht even. Dat mag niet. Ja, wil jij meedoen? Nee, precies. Hey, Robin is dood. Dood. Hij is dood. Ik kan het niet anders maken. Robin is dood. Drakenrex. Dat is inderdaad dus ja, bij Emma Jasmin, dat klopt. Wat was hij ook? Dus ja, ik dacht van waarom ook niet? Ja, ja, nee, dat snap ik. Super bedankt jullie allemaal. Voor het. Ja. Hey, ik snap trouwens helemaal niks. Liefdevolle gedrag. Ik ben al 3 keer denk ik anders te dood en naar de klote gegaan. Dat gaat eigenlijk goed. Nou ja, bij mij op zich, het spel gaat wel redelijk goed. Alleen ik zit nou in dit eiland dus met het gezeik dat mensen. De gift shops enzovoort niet leuk vinden, maar. Anders dan dat. Heb je je gift shop zo aangepast? Oh my god, Sven, serieus? Wat is dit? Heb je je gift shop zo aangepast? Nee, dat nee, dat niet. Verkopen. Ik weet niet in hoeverre dat iets uitmaakt, om eerlijk te zijn. Ja, dat maakt voor je winst uit en voor mensen die ja, dat willen. Moet je maar eens kijken. Okay. Echt serieus. Zeg maar, ik heb dat wel eens gedaan, maar ik heb er hier nou nog geen aandacht aan besteed. Zou alles eens een keer de duurste dingen doen. Je kan hier zien, bij guest, wat willen ze ook niet, wat je net denkt. Bij guest kan je zien wie wat wil, zeg maar. Als ze iets willen. En daar is het nu al. Waar, bij guest? Waar je net zat. Ja, aanklikken. Dan ga je daar, ja. En dan zie je daar onderaan zie je guest. Ja, dat weet ik, maar dat zijn over gasten binnenkomen in jouw gate. Speciaal daarvoor? Ja, dat is puur dat, hoeveel gasten je hebt. Voor zover ik weet. Oh, ik dacht namelijk. Vind ik ook knap dat ik bijna een huisje 240 man kan. Ja, ik ook, maar het is een ander verhaal. Ik heb geen idee. Ze komen niet eens hier binnen. Daar is het domme. Er komt letterlijk niemand hier in deze gebouwen. Snap ik ook wel. Ze weten wie de eigenaar is. Afzetten. Ah, dat is gezellig, Sven. Ja, thuis Thomas, ik speel mee. Wist je het niet? Ik ben nu degene die de muis de controle bestuurt. De muis? Nee. En eens even kijken. Ik probeer Twitch Prime te doen met de bankkaart. En ik kom op deze kaart toegevoegd. En je portemonnee kan niet gebruikt worden voor dit. Dat is raar. Bij mij werkt het gewoon via bankkaart. En anders zo sub ik elke keer op Puk. Of
via Twitch Prime. Maar... Ik weet niet eens of ik nog een sub heb met Puk. Dat weet ik ook niet. Ik heb mijn sinds kort gerenewd eigenlijk. Groene rook uit de schoorsteen. Zou jij naar binnen gaan? Komt er serieus groene rook uit die schoorsteen? Ja, oké. Okay, het is wel een beetje een raar kleurtje rook. Gewoon de rook. Het is een beetje blauwer. Gewoon blauwer. Overal. Het ziet er een beetje toxic uit, to be honest. Die rook. Goed punt, Root. En later is winter. Tot volgende keer. By the way. Want ik heb nog steeds icoontjes. Oeh, weet ik niet. Maar ik ben nog steeds gesub. Nee, flikker het gelukkig maar neer. Maar ja, fijn om te horen, Jano, dat je anders over de game denkt. Dat is goed. Hier komen wel mensen allemaal. Kijk, hier dit. Die arcadehal. Daar zit gewoon 320 man in. Omdat het maar $2 is. Dat is belachelijk. Yo, je hebt nog genoeg winst. Doe het gewoon. Ben je van te zeuren? Ah, maar als je managed staff omhoog gooit, dan kunnen er meer mensen in, blijkbaar. Vraag me niet hoe. Dus je moet kijken naar de shop. Van, hier zit ook 320 man in, dus als ik managed staff omhoog doe, dan is het 85. Dus 431 kan er dan in. Weer wat geleerd. Maar ik weet ook niet wat dat onderste ding doet. Jij wel? De management view. Food, drink. Ja, dan als je naar nu pijltje naar links drukt. Ja, maar dan kun je toch gewoon focussen op dat hij meer food moet pushen, zeg maar, in plaats van drinken en zulke spul. Ja, dat. Oh, kak. Oh. Ik ben echt serieus 2 tellen niet aan het opletten en dan loopt weer een dinus. Ja, bij mij is er eentje dood en ik moet ook op andere dingen letten. Zij zijn die aan het fixen, zij moeten een feeder fixen, hier is nog een dooie. Wie is net dood gegaan? Die had ineens een naam, kijk aan. Perfect. Je moet echt zoveel dingen tegelijkertijd doen op een gegeven moment. Vooral als je een groot park hebt, dat is echt verschrikkelijk. Aangezien die ranges niks uit zichzelf doen. Dat zou je echt, daar zou wel een update in moeten komen, dat ze dat wel zelf. Ja, precies. Dat is gewoon een, net zoals je bij de ranger station, heb je een update dat ze meer dingen kunnen doen, zo met die schedule. Dat je daar gewoon een, ook al is het 100.000 of zo, ik noem maar wat, qua prijs, whatever, I don't give a fuck. Vooral niet met 143 miljoen. Maar dat je gewoon auto-target kunt doen of zo, weet ik veel. Dat ze automatisch dingen gaan doen. Ja, dat kost het geld, boeien. Ja, precies. Dat maakt me niet uit. Maar de update gaat sowieso komen, ja, nou, 100%. Ze zullen die game wel goed updaten. Wat is die ook gewoon? Ben je boos? En daar kun je 100% in lopen. Ja, dat ben ik niet eens. Wat, hè? Ik had net een Raptor, die was ingeschat op 57 jaar. Hij is uiteindelijk 137 geworden. Of nee, hij was 57 jaar op zo'n inschatting. Hij is 137 geworden. Ik zal eens kijken welke van de Raptors nog leeft van het begin. Charmander, Damien. Ik zal eens kijken hoe oud Charmander is. Die is 103. Ja, dat zou sowieso vet zijn, Root. Mee eens. Dat je gewoon op de een of andere manier als kijker zijnde mee kunt in het park. En gewoon rond kunt lopen. En dan naar de arcadehal kan enzovoort. Dat zou wel super vet zijn. Maar ja, ik snap nou dus iets beter hoe die shop dingen werkt. Okay. Deze shop, daar komt niemand in. Werk open, nieuwe neerzetten. Nou, ik heb nou management view of shopping geflikkerd hier bij die shops. In plaats van dat voor fun. Want waarom moet je fun hebben in een kledingwinkel. Nee, daarom. En die dus agressief kunnen maken door bij het hek gek te doen. En plastic door het hek te gooien. Zodat de owner harder zijn best moet doen. Ja, nee, geweldig. Nee, daar word ik heel blij van. Ja, ik ook. Heel blij. Hé, wij een power outage. Ik moet ook gewoon meer power dingen hebben, maar ik heb er geen plek voor. Ook zo'n probleem. Hoeveel mensen komen hier in de gift shop? Dit is zo vol. Hoe is dit zo vol? Hoe? Ik moet ze eerst 4 man hierbij gooien. Als je die financial report shit doet.
Daar kan je kan ook als je doe eens een rondje. Ja. En dan naar links en dan moet je even dat oogje pakken. Welk oogje? Ja, je hebt daar zo'n oogje zitten aan de linkerzijkant. Nee, je moet even een rondje. Oh ja. Oh, dat oogje bedoel je? Ja, ja, mensen met views. Ja. En dan en kan dan je naar shops, shopping. Ja, en dan bij shopping staat dan hoeveel guests ook. Waarom is dit rood? Guests en waar? Omdat daar heel. Oh. Wauw, dankjewel Thomas voor je resub van 3 maanden. Geef zoveel gifsubs weg. Zelf niet geresubbed. Goed bezig toch. Nou ja, je had ook. Je moest restarten of wat dan ook. Nou hadden we het over gehad volgens mij. Maar super bedankt voor je 3 maanden resub, man. Awesome. End of all the gifsub. Maar doe maar, vertel verder, sorry, Kevin, voor de ontbreking. Ja, maakt niet uit. Hoe rooier die is, hoe meer damage hij heeft, zeg maar. Bij deze is damage, maar dat klopt niet. Hoe meer. Park overcrowding staat hier, 53%. Dus je moet meer, wat betekent dat je dus meer hotellen moet hebben. Omdat ja, maar daar heb ik geen plek voor. Hotel willen. Ja, maar dat is wat het betekent. Ja, maar daar heb ik geen plek voor. Geen mensen plek. Met dikke, dikke pech en komen niet in een hotel. En daarnaast heb je dan zeg maar ook de rating voor hoe mensen het willen, zeg maar. En dan kan je dus zien wat het dus zeg maar doet met wat meer belangstelling toont, doordat je ook weer meet, hey, er moet meer staf bij. Mhm. 3 words. Contract, you. Wat hè? Nee, ik zeg, zit iedereen weer in zijn hok? Ah. En ja, dat lijkt mij inderdaad ook slim, Roop. Maar dan moet je al die fucking shops wel lang gaan. Dat is scheidwerk. Maar inderdaad, de shops waar vrijwel niemand gewoon komt, wegflikkeren of wat dan ook. Je kan ook gewoon op een shop klikken en dan pelt je naar links en naar rechts, hè? Dan weet je dat je naar de volgende shop gaat? Ja, dat weet ik. Maar dat is binnen de arcade. Daar heb ik wel zin in. Ja, maar gaat sneller. Ik wil gewoon van shop naar shop in hetzelfde gebied, zeg maar. Dat is meer mijn ding. Retro, next gen. Laten we deze maar eens even heel duur maken dan. Wop. Eens kijken of er nog steeds mensen in willen. Oh, de visitors is op zich geen probleem bij mij. Ik weet niet hoeveel ik er heb. 9000, bijna 10. Dus dat is het punt niet. Het is voornamelijk bij mij is facility, poor capacity. Ik moet meer hotels hebben. Dus ik denk dat ik gewoon, als deze shops waardeloos zijn, hè. Dan flikker ik hier gewoon een hotel neer. En nou waarschijnlijk omdat ik het verplaatst heb, komen hier niet heel veel mensen. Ik weet niet hoeveel er in die gift shop komen. 0 blijkbaar. In de restaurant ook 0, terwijl die er al even staan. Dus, dan flikkeren we die weg. Yes, yes, operatieft. Dan proberen we hier een hotel neer te gooien ergens. Kijken of dat lukt. Ah, arme Root. Wat sad. Nou, ik heb views gehad wel goed bij je hebben dit. Oh ja, kut. Ik moet al die paarden ook weghalen. Omdat de game nog niet is. Ja, klopt. Maar dat is dan wel belangrijk inderdaad met die shops. Want al deze shops hier, oh kut, hebben niks geen nut. Aangezien niemand daar komt. Dus het is niet een kwestie van je moet meer shops hebben. Je moet meer variatie in de shops hebben. En opletten op hoeveel mensen in die shops zitten, zeg maar. Zodat je genoeg aanbiedt qua verschillende dingen. En dat je de capaciteit aan kunt. Dat is dus een belangrijk ding daarbij. En dit is obstructed vanwege dat. Ja, daarom, dat wist ik ook niet. Dat wordt ook niet uitgelegd door de game, dus je kunt het ook niet weten. Nee, maar alles wordt echt slecht uitgelegd. Ja, klopt. Ja, was ook ik mijn. Eerst de cijfer na, weet je, dat is op zich wel oké. Maar nu ik zeg maar zo'n beetje rond ben gaan kijken, is het niet oké en is het echt ruk. Ja, klopt. De uitleg is echt, vooral in het begin is echt gewoon kut. Dat ben ik helemaal met je eens. Overall is het wel een goede game als je eenmaal door hebt hoe dingen werken. Zoals nou dus ook met die shops. Hopelijk kunnen we dat dus fixen, zodat we niet hiermee zitten klooien. Goede prijzen zijn inderdaad ook wel belangrijk, maar die had ik op zich wel. Ik heb af en toe wel mijn shops aangepast, maar op een wat andere manier. Door gewoon iets de dingen te variëren, zeg maar, qua items die erin stonden. Dat wel, maar
Oh, come on, jongen. Please, met je millimeter weg. Oké, okay, dank. 750.000, hoppakee. Die mensen blijven er ook allemaal gewoon dom op staan. Oké. Nou, maar dit pad nog weer daar naartoe. Wie? Oh god, als ik hier met de auto ga rijden, dan vliegen we sowieso geheid het hotel binnen. Je hebt jouw dialoog verblijf kleiner gemaakt voor 2 hotels. Ik denk dat ik uiteindelijk ook zoiets moet gaan doen, ja. Je bent park manager of niet? Fuck off, Root. Ja, dat zou ik dus ook doen. Om eerlijk te zijn zou ik makkelijk dit allemaal verkopen. En zeggen, hier, iemand anders succes ermee. Stik erin. Maar ik wil wel 5 sterren hebben natuurlijk. En we moeten nog steeds een security ding doen. Ik heb echt problemen met die quest. Ik weet niet waarom. Welke quest? Moet je, welke heb je probleem mee? Complete questline van die hele game. Gewoon dat je het kut vindt of gewoon dat het niet werkt? Dat het gewoon niet lukt. Nou, dat heb ik hem nog net niet, maar... Gelukkig. Het komt ook gewoon dat ik weer 26.000 dingen tegelijkertijd aan doen. Ik ben en naar een stream aan het kijken en ik ben naar... Ja, dat snap ik. Oh god, er zijn nog weer zieke dino's. Fuck sakes. Ik was niet aan het opletten op de zieke dino's en de ranger team doet automatisch niks, want het zijn retards. Task received. Food moeten ze ook nog ergens fixen. Oh ja, er zijn nog steeds hier 2 dode dino's die geen zak uitvoeren, want die zijn fucking retarded. En dan hebben we nog Mr. T die ziek is, blijkbaar. De T-Rex is ziek. Is niet zijn best. Hij heeft Campylobacter. Zou fijn zijn. Nou ja, mijn verblijf in sommige zoals deze is ook wel heel groot, denk ik. Voor die, hoe heet deze, krengen, die Dynon dingetjes. Ik denk dat ik deze wel veel kleiner kan maken. Gewoon hier afkappen en nog een extra hotel neerplempen. Ik denk dat dat wel te doen is, maar. En ja, het is overal daar, jongen, parcours. Het is belachelijk. Moet je kijken hoe dit er allemaal uitziet. Zo hobbelig als de tering. Als wij hier gaan rijden, wacht maar, we gaan ook gewoon eens rijden. Ranger Park, Power Rangers. Nee, niet dat. Nee, Tosk. Go, go, Power Rangers. Kijk, hoe zij al starten vanaf hun rangercentrum is al ticketering. Wat staan de rest? Het is echt een krom als de tering. Vooral hier heb ik ook veel frame drops trouwens, Joey. Als ik doorheen rijd. Ja, het is ook druk in mijn park, maar... Dat vind ik gewoon slecht, dat ze frame drops hebben op PlayStation. Ik weet niet. Je kunt hem, ja, je kunt hem mooi hebben. Oh my god. Die bocht hier. Oh my god. Dit is geen weg te doen. Dit is een krom als een hoepel, jongen. Daar is echt geen weg te doen. Nou, 2 wielen. Stunten. Oeh. Ze zeggen volgens mij oeh en niet boe. Hey. Nou ja, het is een weg / voetpad. Laten we het allemaal ophouden. Dit ook, jongen. Naar die gift shop toe. Moet je kijken wat voor dikke deuk dat is. En dan weer naar boven. Dit is zo onlogisch als het maar kan. Oh, stoppie. Het is echt verschrikkelijk. Hoi. Die wegen enzovoort, dat is echt niet te doen. Dit ook, jongen. Wat is dit? Dit is toch geen bocht, jongens? Echt verschrikkelijk. Hartstikke bocht. Mm-hmm. Heel mooi bocht. Oh, ik heb weer een dode dino. Ik moet weer andere dingen doen. De game roept mij. Oh ja, Daryl is ziek. Oh, fuck sakes, dat is niet wat ik wilde doen. Dit is echt... De game kent echt de meeste. Understood.
Lyandal is altijd vervelend, de game is de een ander is altijd ziek. Ja, klopt, ja. No problem. Koen is ook ziek, zo te zien nu. Misha is ook altijd ziek. Je hebt je hoeft niet per se heel veel hotels te hebben voor heel veel visitors. Maar je moet veel hotels hebben om de capaciteit verder aan te kunnen. Waar de fuck is dan die andere? Oh, die ligt daar. Oh, die is dood. Diplo is dood. Hoe is die doodgaan? Old age. Nee, Campo bakte. Die is doodgaan door bacteriën. Oh, met geluk gaat Koen dood. Koen gaat zo meteen dood. Met een beetje geluk gaat Koen dood? Oh. Hé, hey, ja, dat is die tante Eikelbijten. Dat is zo'n brachio. Fuck brachio, juist. Er hoeft geen meteor te vallen om jouw park dood te hebben. Nee, dat klopt. Rij maar een keer er doorheen en dan gaat iedereen wel dood. Dat vind ik ook grappig, dat je gewoon door de mensen heen kan rijden. Zo. Ja, klopt, ja. Ah, dat vind ik op zich niet erg, maar het stoort mij niet, laat ik zo zeggen. Niet dat ik zeg van, die is niet mooi. Maar dat zoals velen zullen doen. Ik ga ervan. Oeh, als ik hier nou die stroomdingen zo weghaal en dan zo rechtdoor doen, dan kan ik hier nog twee hotels neerplempen. En zij hebben nog een beetje een goed hok. Dat vind ik een goed plan. Oh ja, kut. Zo. Oké, die dino's kunnen lekker niks doen. Die hebben pech. Er is nog weer een dode dino. Jee, Koen is dood. Accept about these creatures. Some of them have the instinct to kill. Nou ja, het is voornamelijk gewoon omdat het gigantisch druk is, Olaf. Er lopen 10.000 man door mijn park heen, zeg maar. En dan heb je nog de dino's en de regen en alles. Dat is gewoon heel zwaar. Dus op zich snap ik wel dat wel. De PlayStation die is gewoon cool aan het blazen. Dus niks. Niks meer aan de hand. Feeder supplies inbound. Oh ja, hier hebben we nog steeds weer een zieke Draco Rex. Acknowledged. Nog meer? Nee. Oké. Okay. Ik moet die gyro shit moet aanpassen. Dat is irritant. Heb jij zo'n gyro station? Nee, wel. Die heb je dan niet, dacht ik. Nee, ik zit op het tweede eiland. Ja, nog steeds. Ah, dan ben je. Ik zit nou nog steeds op het derde eiland. Mijn plan was om daar al lang mee klaar te zijn, maar is niet gelukt. Voor fuck's sake, ik wil het niet. Ik ga niet een brachio maken, science mevrouw, dikke vinger. Als ik iets niet wil maken, is het een brachio. Research shit, lang. Too close to dinosaur. Dino, ga weg. Nee, er zijn geen waterdino's in de game, Olaf. Die komen nog later. Als het goed is. Hoezo is er weg voor de... Wat? Bollen? Ze zitten toch niet vast aan de ketting? Nee, maar ze hebben... Dat zal ik zo laten zien. Momentje geduld. Be gone. Bye bye. Wat? Waarom is er een dinosaur, Fred? Wacht, wat? Oh, kut. Er zit één dino aan de verkeerde kant van het hek. Haha. Joep, die zat aan de verkeerde kant van het hekje. Denk al, hoe de fuck is er een dinosaur, Fred? Maar, als je hier kijkt, je hebt hele kleine paaltjes, zie?
Dat zijn de trackers waar de bolletjes binnen moeten blijven in. Dus je hebt een gyrostation waar je zelf kunt rijden. Maar die unlock je pas op het vierde eiland. En je hebt er een waarbij die dus een pad volgt. Dat is het verschil. Je dial-up park met 8 dial-ups. Ja, 5 ook nog. Komt er dan nog één? Een drukke bedoeling. Oh, er zijn er 2 dood hier. Suran en Desley. Allebei old age, I guess. Of die zijn het ziek geworden. Nee, old age. Oké, geen paniek. Maar er zijn wel draco-rexjes, dus dat houdt in dat ik even nieuwe draco-rexjes moet maken. Anders worden ze boos en dan gaan ze elkaar aanvallen en dan proberen ze te ontsnappen en de rest. Dat is leuk. Hallo, Kuiper. Oké. Alles goed. Acknowledged. Oh fuck, er is er nog een ziek. Understood. Okay, die is neer. Joep is getranquilized. En route to collect the asset. Jawel, het is wel een game die aan te raden is, Jasper. Vind ik tenminste. Alleen in het begin wordt er weinig uitgelegd. Dus een beetje uitpuzzelen hoe alles werkt. Maar het is wel te doen. Ik werd ook verplicht om het te kopen. Je bent helemaal niet verplicht om het te kopen. Terrain constraints. Ja, ik koop gewoon. Hij is gewoon hartstikke leuk. Daar is het niet verplicht in. Ja, oké. Nee. Heeft wel weer gelijk, ja. Asset in transit. Ja, we hebben dino's vernoemd naar kijkers enzovoort, Kaylee. En Suran was er één van, samen met Desley. En elke keer als die dino's die overlijden na een bepaalde tijd, en elke keer als ze overlijden, dan krijgen ze weer een nieuwe naam, zeg maar. Dus nou, Suran die zit 5 keer in mijn eerste park of wat dan ook. Een hotel, Joey, zou ik zeggen. Ik heb geen idee. Ik moet die shops ook allemaal nog bij langs. Want sommige shops hebben nul mensen die erin zitten. Jawel, zeker wel, Jano. Het is ook wel een goede game, alleen sommige dingen zijn gewoon fucked. Wauw. Wat? Die draak rechts komt naar buiten en die is gelijk ziek. Oké. Okay. Dit is Suran 2.0. En dan die andere wordt zo Desley. Eens even kijken. Ranger team 4. Mogen we gelijk gaan healen en verzorgen. En is dit Desley 2.0. Ja, eigenlijk is het een Misha, dat klopt allemaal. Oh, er is er nog één dood. Daryl is ook dood. Asset requiring collection. Nou, maken we weer een draak van rechts. Ik heb een cage gemaakt en ik ben vergeten om daar één woord in te plaatsen. Ik hoor jou heel slecht, Kevin. Je bent echt heel zacht, voor de duidelijkheid. I know. Ja, er gaan er veel dood hier allemaal tegelijkertijd. Ze zijn allemaal even oud ook. Die zijn tegelijkertijd uitgeboerd. Vandaar, Jano. Oh, er is van alles mis. Wat is nou weer mis? Stroompen. Ah, dat klopt wel. En feeders? Oh, de kut. Er is nog een raptor ziek ook. Task received. Het is zo irritant, jongen. Op een gegeven moment, nu ben ik alleen maar druk om alles elke keer te fixen. Het is niet anders te doen, bijna. Het is alleen maar fixen. Oh, ik zie geen tijdsvordering.
Terrain constraints? Oeh, wacht. Oké, dit gaat nog net passen, het hotel. Vol op een ander hotel geplemd. En je kunt iemand inderdaad de gifts opgeven door bovenaan schenken en abonnementen te doen. Dan moet je een naam invullen volgens mij toch, Kevin? Goed. Je kan op de naam in de chat klikken en dan gifts up. Alleen dan kan hij niet onderaan, in je onderaan staan, dan moet hij een beetje in het midden staan. En daarnaast kan je inderdaad... Onderaan kan wel. Op PC? Kan wel. Je kunt die box moving. Nee. Ja, dus niet. Dat krijg ik niet van elkaar. Niet? Oh, ik wel, want zo doe ik die 1 seconde timer dingen. Maar daarnaast heb je dan bovenin inderdaad de optie, dan klik je op, op gift sub, nadat je natuurlijk zelf gesubt bent, anders kan dat niet. Nee, en vervolgens moet je de naam invullen. Maar in de nadeel daarvan vind ik, op het moment dat jij een typfout maakt, omdat bijvoorbeeld zoals ik, Devil of Heaven, maar de O is een 0, heb, dan geef je dus een... Je hebt een keer een typfout gemaakt, volgens mij, ooit bij iemand. Aan een random dude, inderdaad, heb je toen een gift sub gegeven. Mhm. Klopt. En daarom heb ik liever gewoon via de chat. Sorry. Ja, maar ja. Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. Dat is dan ook veel fijner. Maar nou snap ik dus hoe die shops werken. Ze zijn niet allemaal even vol. Maar sommige zijn echt gigantisch vol. Dus die moet je openzetten, zeg maar, zodat er meer mensen in kunnen. Wat ook wel logisch is. Maar dan gaat die rating ook omhoog, hopelijk. Kijk, en deze shop die verkoopt geen zak. Daar komt niemand binnen. Die arcade is ook niemand. Deze arcade loopt niemand. Iedereen loopt er voorbij. Dus die arcade gaat weg. Die kost alleen maar geld. Fastfood. Komt ook geen hond. Dus weg. Dus het is echt niet het aantal gebouwen wat je hebt. Maar je moet gewoon het gebouw uitbreiden. Dat is echt een belangrijke les hierin. Ja, heb ik je even uitgelegd, hè? Ja. Debatable, maar ja. Heb ik gewoon gedaan. Nee. Hallo, David. Ja wel, alles gaat goed. David. Moet ik er David van maken, weet ik ook niet. Maar... please, laat deze shop ook niks doen. Ja, daar zit niks in. Er zit te weinig in. Yes, destroy. Yes, destroy die paden. Flikken hier een hotel neer, recht voor iedereen's neus. Hey. Met zicht op de raptors. Prachtig. Het is echt voornamelijk hotels waar mensen in willen gaan zitten, inderdaad.